Ja, sorry. <laughs> mijn geluid, oh my god, sorry. Jullie hebben een Sorry, 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 sorry. Het, het werkt, het werkt, het werkt. Oh, ik heb het ook zo laat door. Ik heb het ook zo laat door. Oh nee, sorry. Ja, oké, okay, nu hoor je wel geluid. Sorry, sorry. Oh my god, dit is echt een slecht begin. Het spijt me. Ik uh, was een halve minuut te laat omdat. Um, oh. Hoezo gaat mijn geluid nog? Oh my god, wat gebeurt er allemaal? Het gaat echt heel erg mis. Het gaat echt heel erg mis, sorry. <laughs> um, ja, als het goed is werkt nu alles. Stuur eventjes <laughs> miljoenen... Iedereen lacht ook in de chat, het spijt me. Stuur eventjes miljoenen emojis als alles nu goed klinkt. Kunnen jullie mij horen? Kunnen jullie alles zien? Uh, ja, wat ik zei... Sorry, ik was een halve minuut te laat. kwam uh, omdat ik erachter kwam dat ik uh, naar de wc moest. Dus uh, <laughs> ik ging nog eventjes naar de wc. Het spijt me. Ik hoop dat jullie niet al te boos zijn. Ik hoop ook dat het uh, hartstikke goed gaat met jullie. En hopelijk komen de emoties zo even. Ja, oké. Okay. Volgens mij werkt het nu gewoon. Ik luister nu weer zelf eventjes. Je dat het weer even dubbel. Het spijt me voor het slechte begin. Ik stream nu zo vaak. En het ging eigenlijk nooit mis. Sorry, ik, ik weet niet uh, aan wat het lag. Hé, hey, we hebben nu al een donatie. We hebben een donatie van VR. Je bent er weer, bro. Ik had niet anders verwacht. Oh ja, en dit was natuurlijk voor je challenge. Trouwens, oh my god, heel even wachten. We hebben 350 kijkers. Dat is insane. Smash, even je ze allemaal al die like. Als jullie zin hebben in deze stream. Uh, Oké, okay, er gebeurt al superveel. Heel even kijken. Wij hebben dus een donatie van VR. En voor de mensen die niet weten, VR die doneert super vaak. Kijkt elke stream. En um, hij is dus bezig met een challenge. Hij wil uh, 15 streams lang der, uh, 3 euro doneren. En dit is dus zijn uh, zesde stream. Hij zegt: hey klonny, je weet mijn challenge, hoop ik nog. Dit is stream 6. En bij die overwatch stream, toen je zei dat ik misschien een moderator uh, word, kreeg ik bijna een hart aanval. <laughs> nee, dat is niet goed. Dat is niet goed, was het zo erg? Ja, ik, um, ik wil dat eigenlijk nog doen, maar dan moet je eventjes typen. Trouwens, als je doneert, betekent niet dat je moderator wordt. Doneren, dat is een donatie, dat is geld geven. Alleen, VR's is er super vaak bij... Is een toffe peer. Maar uh, ik moet even kijken of ik hem in de chat kan vinden. Yo, even kijken, ik pak de chat erbij. Uh, welkom dus iedereen, dat heb ik al gezegd. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Vandaag gaan we... Oh, we hebben ook al een superchat. We hebben een superchat van meneer Naam. En hij heeft 1 euro en 20 cent gedoneerd. Heel erg bedankt. Is de eerste superchat van jou. Uh, ik hoop dat je gaat genieten van de stream. Heel erg bedankt. Als het goed is, komt de superchat zometeen ook in beeld. Ik zie trouwens dat ik een fout hier heb. Dat is iets beter. Uh, als het goed is, komt de superchat ook zo meteen in beeld. Alleen het duurt uh, vaak wat langer. Maar vandaag gaan wij dus Brawl Stars spelen. Ik uh, kwam er laatst achter dat Brawl Stars weer super populair is. Ik had het dus weer even geïnstalleerd. Ik had het heel lang niet gespeeld. Ik speelde het in de beta in 2016 of zo. En uh, toen, vier jaar geleden, ook weer eventjes op mijn kanaal. En daar daarna eigenlijk niet meer gespeeld. Maar ik zag dat het best wel populair was. Dus ik ging het weer. Oh my god. Is dat de superchat of niet? Geen naam. Oh, heet die? Geen naam. Oh, ik. ik... Las net naam. Wat? Oh my god, er komen zoveel donaties binnen. <coughs> ik zat letterlijk midden in een verhaal. Even kijken. Uh, oh, en dit is naam. Geen naam en naam hebben gedoneerd. Even kijken. Oh, ik heb dus ook gemist. Wow, ik mis superveel superchats. We hebben dus ook nog een donatie van geen naam. Hij heeft 1 euro gedoneerd. Heel erg bedankt. En dan hebben we daarna ook nog een donatie van GeoGames met de 1 euro. Allemaal nieuwe donateurs, heel erg bedankt. En dan hebben we nog een donatie van Geen Naam. Dus dit is de tweede donatie, heeft hij nog een keer 1 euro gegeven. Heel erg bedankt voor jullie support. Er zijn nog geen eens begonnen, het is echt flipping insane. Uh, waar was ik net gebleven? Ja, ik speel uh, dus nu weer eventjes Brawl Stars. En ik vind het weer echt heel erg leuk. Er zijn superveel nieuwe uh, brawlers of knokkers heet het. Ik, ik denk dat ik in deze stream brawlers ga zeggen, het spijt me. Er zijn superveel nieuwe brawlers en er zijn heel veel nieuwe game modes En het is echt heel erg leuk geworden, moet ik zeggen. Um, hi klonnie, hoe is het met je gozer? Yo, World of Airports, je bent er ook weer. Vorige stream was je er niet bij, ja. Dat heb ik wel gezien. <laughs> nee, maar uh, welkom, ik hoop dat het goed met jou gaat. I'm back, klonnie. Yo, klonen. je bent er ook weer. Lekker, bro. Lekker, lekker, lekker. Ik ben trouwens bezig met de leden dingen, met de... De voordelen. Alleen het is best wel wat werk. Dus het gaat er aankomen. Maar uh, ik ben er nog mee bezig. Brawl Stars is cool. Brawl Stars is zeker cool. Het is echt een stuk beter geworden door de jaren heen. Laat mij meedoen met Brawl Stars. Um, goed dat je dat zegt. Want uh, in de titel staat Brawl Stars met kijkers. Zometeen ga ik samen met jullie spelen. Als alles werkt. Dat weet ik nog niet helemaal. Want ik heb het niet getest. Als het goed is. Kan je dus een code maken voor je uh, lobby in Brawl Stars. En dan kunnen er dus kijkers joinen. Ik hoop dat het gaat werken, maar ik ga dus zo meteen een teamcode sturen. Jullie weten het beter dan ik, eh, sowieso. Dus eh, ja, jullie weten vast wel hoe je een code moet invullen. Even kijken. Hoi Klonny, ik was er gisteren ook bij. Nice, bro. Heel erg bedankt voor de support. Uh, mag ik meedoen? Ja, uh, zometeen ga ik het allemaal uitleggen hoe ik de teamcode ga sturen. Ik wil nu alleen nog eventjes praten. Zometeen doen we ook een naamrondje trouwens. Dat is zometeen voor nu. Smash allemaal eventjes op die like als je zin hebt in deze Brawl Stars stream. Zoals altijd doen we bij de 500 likes weer een extra naamrondje. We doen dus eentje aan het begin en eentje aan het einde. En bij de 500 likes doen we een extra naamrondje. Of zullen we het anders doen? Dat ik bij de 500 likes stardrops ga openen. Wat vinden jullie daarvan? Ik weet niet echt hoe stardrops werken. Wat zijn veel stardrops? Is dus 10 veel? Honderd, 1000. 10.000. Oké, 10.000 is wel veel, denk ik. En duizend ook. Maar ik weet niet echt hoe star drops werken. Maar dat moeten jullie even uitleggen. Dan hebben we nog een donatie. Dit keer van Speedboy. Hij heeft 1 euro gedoneerd. Heel erg bedankt. Als het goed is, komt hij zo meteen. Um, ook in beeld is je eerste donatie. Dan hebben we ook nog een donatie van Naam. Heel erg bedankt, bro. Dit is je tweede donatie. Hij heeft 2,50 euro gedoneerd. En hij heeft even drie van die duimpjes gestuurd. Heel erg bedankt voor je 2,50 euro. En dan hebben we ook nog een donatie van Papa Chef. Met de 1 euro. Heel erg bedankt. Iedereen is wel heel erg stil, moet ik zeggen, bij de donaties. Ik weet niet waarom dat is. Jullie mogen ook wat zeggen. Of is dat pas vanaf een bepaald bedrag? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik weet niet hoe dat werkt. Oké, okay, even kijken. Ja, 10.000. Ja, oké, okay, maar 100 is dus blijkbaar al wel veel. Uh, ja, wie weet doen we ook nog een star drop opening. Maar als we dat in deze stream niet doen, wil ik dat wel in een volgende doen. Maar dan ga ik even iets uitzoeken hoe je dat precies moet doen. Ik heb geen idee hoe star drops moet kopen eigenlijk. Uh, kan je weer een keer setup tour doen? Ik heb het nu niet op de planning staan. Sorry, David Gamer. Maar wie weet. Trouwens, we hebben nu bijna 500 kijkers. Oh, trouwens, ik de likes die ik hier zag, die zijn die, die zijn oud. We hebben nu flipping 320 likes. Oh my god, ik hou van jullie support. Heel erg bedankt voor iedereen die, die nu kijkt, voor iedereen die nu liked. Super duper bedankt. Ik had nooit verwacht dat jullie Brawl Stars zo sick zouden vinden. Nou ja, we, we hebben nog niet eens Brawl Stars gespeeld. Jullie kijken nu gewoon naar mijn hoofd. Maar echt, heel erg bedankt voor de support. Deel deze stream eventjes met iedereen die je kent. Je, al je huisdieren, je opa en oma, al je klasgenoten. Zeg eventjes, Claudie speelt na vier jaar weer Brawl Stars. En hij gaat met kijkers spelen. Hallo, daar ben ik. Yo, Nina, je bent er ook weer. Noxky, zal ik de 100, uh, euro, de, uh, de 100 euro doen? Oh, dit je bij elkaar 100 euro. Noxky, dat is aan jou. Ik zeg het elke keer weer, maar dat is aan jou. Klonny, ik ben supergoed in Brawl Stars. Ja, jullie zijn waarschijnlijk allemaal veel beter dan ik. Ik heb het niet heel veel gespeeld. Ik speel het lang, echt al 8, 7 jaar. Sinds letterlijk de eerste beta in Canada. Alleen, ik heb het niet veel gespeeld. Star drops zijn dozen, maar dan een beetje anders. Je hebt zeldzaam... Ja, inderdaad. Je had vroeger die dozen, maar... Um, De star drops... Ik krijg daar nooit echt goede dingen uit. Ik krijg dan echt één muntje. Of tien muntjes of zo. En dan heb ik een epic. En dan krijg ik honderd muntjes. En dan denk ik echt van... Uh, Oké, okay, wat is daar epic aan? Maar ja, dat ligt misschien aan mij hoor. Nu komen alle superchats in beeld. Uh, die heb ik dus net al op gereageerd. Maar heel erg bedankt, nog naam en uh, uh, Speedboy en Papa Chef. Heel erg bedankt. Ze komen dus nu allemaal in beeld. Het duurt altijd eventjes. Heel erg bedankt. Ja, dit zijn volgens mij allemaal die. Ik check uh, voor de zekerheid nog even Tippy Stream. Maar dan doen we nu een naamrondje, zodat we meteen in kunnen duiken. Kijken superveel mensen in. Jullie komen dus allemaal voor Brawl Stars. We gaan er zo meteen in duiken. Eerst doen we een naamrondje. Jullie weten hoe het werkt. Spam even allemaal uh, alleen je naam in de chat. Dus gewoon. In mijn geval, ik heet Dante. Dan zeg je gewoon Dante in de chat. En uh, dan probeer ik iedereen zijn naam te zeggen. Okie dokie, dan pak ik weer eventjes de chat erbij. Mogen wij meedoen? Ja, het is met kijkers. Zometeen ga ik het uitleggen. Maak een club. Uh, als het goed is, heb ik al een club. Dat is echt mijn oude club. Er zitten nu echt maar tien leden in of zo. Want iedereen is geliefd. Want er gebeurt niks mee. Maar ik zou wel weer eventjes die club publiek kunnen maken. Ik snap helemaal niks van dit spel. <laughs> Ja, ik ben er ook niet zo goed in. Nou ja, het probleem is ook een beetje. Ik, ik weet niet wat alle brawlers doen. En dus dat is ook wel erg lastig. Uh, Teus, Milano, Jaden, Bas, Mats, Jay, um, Louis, Tigo, Mauro, Thijs, Leslie, Victor, Jaden, Joris. Emervilo, je bent er ook weer. Nice man. Daan, Jesse, Wolf, Teus, Delsin, Dean, William, Leo, Matteo, Max, uh, Senne. Jesse, Roberto, uh, Delsin, Sam, uh, Isam, Jasper, Jelle, Mick, Fabian, Emmanuel, Maxime, Ste uh, Stefan, Kai... Oh my god, de chat gaat zo niet normaal snel. <laughs> Het spijt me als ik niet alle namen kan opnoemen, hoor. Uh, Dex, Daan, Ejoep, Dion, Jelle, Finn, Wolf, Oscar, Wessel, Jesse, Ian, Samir, uh, Sophia... Isan, Mike, Stef. Zo, so daar werd ik bijna weer gepakt. <laughs> World of Airports, uh, Jamie, Dex, Stefan, Lorenzo. Samir, Jutta, uh, Siat, Lucky Devil, Xander, uh, Valentijn, Venny, Laurens. Of Laurens is denk ik de klemtoon, dat weet ik niet. Yo, Spam World of Airports. Wow, wat is er? Waarom zo enthousiast? Ja, ik wist al dat jij zo'n Brawl Stars speler was, World of Airports. Ik wist het wel. Iris, uh, Laurens, Sam, Matteo, Jay, Stella, Stan, Laurens, Eup, uh, Lila, Figo, Ties, Keano, Pim, Klaasjan, uh, Sam, Hamza, uh, Stan, Younes, Rob, Liam, Joost, Stan, Alex... Lente, Hé, hey, je bent er ook weer. Heel erg nice. Heel erg bedankt. Casper, uh, Rowan. En we hebben een donatie van Lucas met de 1 euro. Jij bent er ook weer. Heel erg tof, bro. Hoe gaat het ermee? En uh, heel erg bedankt voor je 1 euro donatie. Heel erg bedankt. Oh, en we hebben ook nog een donatie van Noxky. Oh my god, weet je wat? Ik ga wel eventjes naar het dashboard toe. Want je missen zo flipping makkelijk. Even kijken. Uh, Oké, okay, het gaat niet goed. Even wachten. Uh, ik moet het even afsluiten. Oh, sorry. Um, even kijken. Wij. Oh my god, dat zijn er veel. We hebben dus uh, een donatie van Lucas met de 1 euro. Heel erg bedankt. Dan hebben we ook een donatie van Nokski met de 2 euro. Heel erg bedankt. Kan ik meedoen? Nu nog 1 euro. Oh, je hebt nog maar 1 euro nodig voor de 100 euro. Noxky support al super lang. Is heel lang lid geweest. Uh, kijkt letterlijk elke video. Heeft super veel gedoneerd. Bij elkaar dus bijna 100 euro. Ze moet nog 1 euro doneren. En dan heeft ze bij elkaar de 100 euro gedoneerd. Maar super bedankt voor je 2 euro. Even kijken van wie was uh, die donatie. Hey, we hebben ook weer een Tippy Stream donatie. Even kijken. Wij hebben een donatie van Lena met de 10 euro. Of nou ja, echt 9,50 euro. Maar waarom dat gewoon af naar de 10? Heel erg bedankt, Lena, voor je 10 euro donatie. Er staat geen bericht bij. Um, ja, je kan dus een bericht typen. Ik weet niet of je dat uh, al wist. Maar uh, misschien wilde je geen bericht typen. Heel erg bedankt voor je 10 euro. Die had ik niet verwacht. Spam eventjes allemaal Lena in de chat. Want Lena heeft gewoon 10 euro gedoneerd. Heel erg bedankt. Echt heel erg bedankt. Uh, trouwens, hij is hier afgerond naar. Uh, Waarom is hij daar afgerond naar 8? Wat? Er zat hier 9 euro en 53 cent. En hier staat 8. Dat is heel weird van Tippystream. Dat is echt heel weird. Sorry, daar kan ik niet zoveel aan doen. Maar je bent in ieder geval nu wel uh, top donator. Even kijken. Uh, oh my god, we hebben nu 570 kijkers! Dit is insane. En we hebben al bijna de 500 likes. Ik zei bij de 500 likes doen we een extra namenrondje. Maar we hebben net het namenrondje gehad. En ik zei uh, ook van... We zouden misschien star drops kunnen doen. Maar star drops... Dat, dat moeten we ook bijna nu al star drops gaan doen. Sorry. Ik, uh, ik was hier niet echt op voorbereid. W uh, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Dit was zo nu eventjes een namenrondje. We gaan er nog veel meer doen deze stream. Maak je maar geen zorgen. Willen jullie dat we nu gaan spelen... Uh, gewoon potjes met kijkers. Of willen jullie. Uh, ja, weet je wat? We gaan eerst wel uh, potjes met kijkers spelen. En wie weet. Als jullie die support tonen. Wat jullie nu echt al insane erg doen. Uh, gaan we eventjes wat Stardrops openen. Maar ik denk dat we voor nu maar gaan spelen. Oh my god, wat gebeurt er allemaal? Oh my god! Oké, okay, volgens mij wat net in beeld kwam was Lucas en Noxky. Dus die heb ik al gehad. Dan hebben we ook nog een 20 euro donatie van World of Airports. Oh my god. Hoezo moet je nou weer die top donator bro. Oi, oi, oi. Heel erg bedankt, World of Airports, voor je 20 euro. Voor de mensen die het uh, uh, niet weten. Um, want volgens mij kijken er een hoop nieuwe mensen. World of Airports heeft niet alleen maar 20 euro gedoneerd. Die man heeft. Honderden euro's gedoneerd. Meer dan 500 euro of zo. Insane. Elke stream doneert hij weer. Heel erg bedankt. Hij zegt, ik um, ben dus aan het werken. Groeten uit. Oh my god, hoe spreek je dat uit? Geen idee. Uh, Dante uh, kan even kort kijken. Veel plezier nog met de stream. Dankjewel. En uh, ja, je kan kort kijken. Maar je, je bent wel aan het werken. Ga lekker aan het werk, joh. Heel erg bedankt voor je donatie. En. Um, uh, ja, ik, ik, ik hoop dat je nog gaat genieten van de Brawl Stars gameplay. Dan een beetje als je toch nog gaat uh, kijken. Effe. Um, dan hebben we ook weer een donatie van Nicole met de 1 euro. Ook weer een nieuwe donateur. Een hoop nieuwe donateurs. Heel erg bedankt voor je 1 euro. Heel erg bedankt voor de support. Um, Oké, okay, uh, zullen we dan maar gaan beginnen? Dan te spelen. Oké, okay, ik ga spelen. Ik ga spelen. Oké. Okay? Um, even kijken als het goed is. Um, ik zet even. Eventjes... Oh, wat gebeurt er? Sorry, ik moet even mijn telefoon unlocken. En ik zit ook even op niet storen. Anders krijgen we weer allemaal berichten. Hè? Uh, werkt dat zo? Maar als het goed is, krijg ik nu geen berichten. Want ik zit nu in mijn gamer mode. Dus ik moet niet gestoord worden. Oh. En kijk, deze overlay. Hohoi, hoi, hoi. Wat is die mooi? Ho, nou, daar zijn we dus. In Brawl Stars, en oh kijk, we kunnen al even wat dingetjes gaan collecten. Ik moet ook even kijken of alles werkt. Hè? Zeg het eventjes in de chat, ik zet trouwens eventjes de chat op mijn tweede monitor. Zeg meteen als het geluid het niet doet, of uh, zoiets dergelijks. Zeg dat meteen, want dan weten we het. Ik denk dat we aan het begin nog een klein beetje moeten troubleshooten. Want ja, dit is eigenlijk de eerste, nou niet de eerste keer. Nou, de eerste keer in vijf jaar dat ik uh, een mobile game stream. Dus uh, het is ook weer eventjes allemaal wennen voor mij. Even kijken, we hebben die 200 puntjes. Oh, en ik krijg allemaal friend requests. Oké, okay, uh, oh my god. Uh, even kijken, ja, jullie willen dus dat ik uh, ga spelen. Trouwens, ik kan nu gewoon lekker mijn chat hier zetten, dat is heerlijk. Mm, kan ik meedoen? Uh, het werkt. Oké, okay, mooi zo, mooi zo. Ja, alles is goed. Is het ook niet te hard? Dat moeten jullie ook zeggen. Oh my god, we hebben al die 640 kijkers, dit is insane! De support is lijp en we hebben al die 560 likes. Heel erg bedankt. We hebben de 500 likes al gehaald. Ik stel me alleen wel ietsje uit dat we uh, weer een naamrondje doen. Ik weet niet of het leuk is om dan weer een naamrondje te doen. Dus we spelen heel even voor een kwartier of een half uurtje of zo. Dan doen we weer een naamrondje. Laten we voor die 1000 likes gaan. Kom op, jullie kunnen het. Jullie zijn bazen, jullie kunnen het sowieso. Even kijken. Oh, crap. Dat is niet helemaal eerlijk. Uh, sorry. De alertbox stond niet hierboven. Crap. Uh, van wie was die donatie? Want dan zet ik hem eventjes opnieuw in beeld. Dat is een beetje oneerlijk. Oh, World of Airports. Sorry. Uh, nou weet ik ook niet of je hem per se in beeld wil hebben. Oh my god. En van Nina. Oh my god. Uh, jeetje. Oké, okay, we hebben dus nog wat donaties. We gaan echt beginnen met spelen. Maak je er maar geen zorgen, maar de donaties zijn toch wel iets belangrijker. Wij hebben nog een donatie van Nina. Heel erg bedankt met de 3,33 euro. Uh, zij heeft ook al vaker gedoneerd. Dat is volgens mij derde of vierde donatie. Hé, hey, hallo, hoe gaat het dan? Wanneer even een. Uh, 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 naar... Uh, hoe spreek je dat uit? <laughs> oh my god, dat, is, ja, maar dat zijn Franse woorden. Ik weet. Ravage, Ravage um, bij Dusty Trip. Uh, wat stond daar? Uh, want de vorige keer kon ik niet lang blijven en dat vond ik wel jammer. Oh, je moest eerder weg. Oh ja, nou uiteindelijk zijn we nog redelijk ver gekomen in Dusty Trip. Uh, we hadden niet het Michael Jackson schilderij meegenomen, helaas, helaas. Um, maar we hadden wel wapens gevonden en, en het ging op zich wel. Uiteindelijk. Ging ik achterin zitten en niet meer rijden. En toen reed um, iemand anders tegen een boom aan. En dat was het einde. <laughs> Wanneer krijgt Kia's een French roll? Ik ga erover nadenken. Ik ga erover nadenken. Dan hebben we. Oh my god, ik kan niet eens spelen, man. De donaties komen alleen maar. <laughs> het is fijn, maar oké. Okay. Ik ga echt spelen. Ga alsjeblieft niet weg. Ik moet alleen. Oh my god. Oké, okay. op deze manier kan ik het niet doen. Uh, dan hebben we ook nog een donatie van World of Airports. Nog eentje met de 3 euro. Heel erg bedankt. Ik ben net klaar. Uh, Dienst zit erop in hotel. Nu spreek je. Uh, zo. Oké. Okay. Uh, punten en comma's zijn handig. Ik ben net klaar. Dienst zit erop. In hotel nu. Spreek je morgen wel als ik terug in NL ben. Is goed, joh. Uh, ik kom morgen wel eventjes Discord. Heel erg bedankt voor je 3 euro. En uh, ja, dat, dat. Dan hebben we ook nog volgens mij wel tippy streams. En daarna gaan we echt beginnen hoor. Wij hebben dus nog een tippy stream. Of uh, een superchat donatie van Milan. Met de 2,50 euro. Heel oh my god. Oké, okay, jeetje. Oh my god, Lucas is er ook weer. Ik ga op een gegeven moment ook wel het spel spelen. Wij hebben nog een donatie van Milan met de 2,50 euro. Veel plezier. Ik ga nu naar de Mac. Uh... Heel erg bedankt. En uh, jij ook. Veel plezier bij de Mac. Veel eetplezier. En uh, heel erg bedankt voor de 2,50 euro. Dan hebben we nog een donatie van Milan. Met nog een keer de 2,50. Ik ga nu naar de Mac. Oh, sorry. Waarschijnlijk dacht je, uh, dacht je van, joh, uh, ik, ik, hij gaat uh, mijn donatie niet meer oplezen. Uh, soms kan het eventjes duren. En vooral als er heel veel donaties binnenkomen. Maar uh, bij deze. Ik heb de donaties nu opgenoemd. Heel erg bedankt. Bij elkaar 5 euro. Wat een strijder. Gewoon ook. Uh, niet voor het eerst gedoneerd, volgens mij. Want anders staat er zo'n eentje. Oh, dat heb je blijkbaar vaker gedoneerd. Heel erg bedankt. Maar, dan gaan we nu maar beginnen, denk ik. Want we moeten ook ooit wel gaan beginnen. Want we zijn alweer echt twintig minuten bezig. Het spijt me, het spijt me. Maar de support is gewoon zo flipping insane. Wat, dan hebben we ook nog een donatie van Lucas met een 25 euro. Op Tippi's stream. Dat had ik niet verwacht. Normaal doet hij het altijd op superchat. Oh, maar dat was even om die top van World of Airports te pakken. Ja, ik snap hem al. Ik snap hem al. Heel erg bedankt voor je 25 euro. Bro. Dat is iets. Spam eventjes allemaal Lucas in de chat. Spam flipping Lucas. Daar is ook wel World of Airports. Hè. Dat is 23 euro. Spam eventjes World of Airports en Lucas. Beide echt bazen. Heel erg bedankt. Ik wil gespam zien. Spam eventjes die namen in de chat. Daarna gaan we beginnen. Maar eerst moeten we nog één donatie afhandelen. We gaan echt zo beginnen hoor. Maak je nu maar geen zorgen. We hebben ook al 700 kijkers. Dit is insane. We zijn nog niet eens begonnen. Dan hebben we als allerlaatste nog één donatie. Daarna gaan we eventjes een potje spelen. En dan uh, reageer ik daarna op de donaties. Kian heeft weer even gedoneerd hoor. Kian doneert super vaak. Die is ook altijd moderate in de chat. Heel erg bedankt. Oprecht een hele toffe peer. Hij heeft. Sorry, even slikken. <laughs> 3 euro en 33 cent gedoneerd. Zelfs als Nina. Haha, W Nina. <laughs> Oh my god, ja, eigenlijk moet je wel die French roll toch, eigenlijk moet dat wel, ja, die verdien je wel, die verdien je wel. Oh my god, en dan hebben we ook nog een superchat, dan hebben we een superchat van Joran met de 2 euro. Heel erg bedankt Joran, wat is je clubnaam? Ik kijk al sinds uh, 6 jaar, damn, dan ben je wel een OG hoor Joran. Oh kijk, ik zie ook trouwens allemaal gespam in de chat, lekker bezig. Uhm... Als het goed is, zien jullie mijn game. Zo, moeten weer even schakelen. Voor nu gaan we eventjes spelen, hoor. Want anders uh, vinden mensen het uh, een beetje saai worden. Wat ik dan uh, misschien ook wel begrijp. Dus, uh, daarom gaan we eventjes spelen. Als eerste... Oh my god. Um... Maar zijn dit dan vrienden of zo? Oké. Okay. Uh, sorry, ik mute. Uh, nee, neem het alsjeblieft niet te persoonlijk. Maar ik, ik ga jullie eventjes muten, oké? Okay? Het spijt me, maar anders... Uh... Krijg ik constant die invites. Vroeger moest je dus samenspelen met die invites. Oké, okay, sorry. Ik mute heel eventjes iedereen. We gaan heel eventjes uh, naar club. Oh my god. Er komen zoveel <laughs> dingen in beeld. Wat is de code? Ik ga hem zo meteen laten zien hoor. We gaan heel eventjes uh, naar de club toe. Dit is dus mijn club. Oh, gisteren zaten er nog 15 mensen in. <laughs> mensen gaan juist weg. Even kijken. Wij hebben. Uh, ja, dit is mijn club. Ik neem. Oh ja, jullie kunnen nu joinen. Hier is de club. Te... Oh, oh. <laughs> Hij staat niet in beeld. Even kijken. Hoppa, daar staat hij. 88C08RJ. Hoppakee, dat is hem. Dat is hem. Join hem eventjes lekker. Ik heb geen idee wat je met een club kan. Maar het zal wel require trophies. Ik, uh... Oh my god, ja, er wordt nu al gejoined. Holy moly. Nou, we gaan eventjes beginnen met spelen. Laten we gewoon jam grab, dat vind ik al het leukste. Zo, uh, so, jam grab. Is er ook niet een mode waar we met meer in kunnen? Ik dacht dat het ook 5v5 uh, knokbal was. Nou, ben ik echt zo bad daarin. Ik haat die game mode echt. Maar, uh, create team code. Als het goed is, kunnen jullie nu toch joinen met deze code. Oh, ik heb het trouwens helemaal niet uitgelegd. Nou, dit gaan we ook nog veel vaker doen. Voor als je niet weet hoe het werkt. Nou weten jullie het dus waarschijnlijk beter dan ik. Maar ik creëer dus een code. Die staat nu daar. En die kan je dus joinen. Dan kan je, als je die wil joinen. Dan druk je op het uh, uh, plusje. Normaal staat er een plusje links van je poppetje. En daar staat dan... Um, meedoen door middel van code of zo, dan kan je daar dus die code invullen. Wij hebben weer een donatie. Even kijken, is dat die van Joran? Oh nee, er komen een hoop dingen binnen. Uh, volgens mij was die net van Joran, maar we hebben nu ook een tippie stream donatie, denk ik. Oh nee. Huh, van wie is deze dan? Superchat van Mila. Oh, die komen nu pas in beeld. Oh sorry. Oké, okay. die komen nu pas in beeld. Als het goed is, werkt het allemaal. Dan gaan we nu eventjes beginnen met spelen. Ik zit dus nu in de lobby met wat mensen. Ik heb het uh, alleen niet uitgelegd. Maar ik hoop. Uh, het zit vol. Oh, de club. Zit de club nu al vol? Uh, kunnen er maar 30 mensen in een club? Oh ja. Oh my god. De club zit nu al vol. Dat is insane. Holy moly. Oké. Okay. Yes, hier. Iedereen zegt dat ze erin zitten. Ik stuur even een leuke emoji. Even kijken. Oh, ik dacht even dat ik die sip had gestuurd. Nou, weet je wat we gaan spelen? Ik zit dus met Sander en uh, ZoJ erin. Nou, uh, gefeliciteerd, jullie zitten erin. We gaan dus gem grab spelen. Ik heb wel even zin om met Poco te spelen, met Poco of met uh, Mortis of Frank of Colt. Ik speel wel lekker met Poco. Ik ga jullie wel lekker healen. Ik vind het altijd leuk om healers te spelen in spellen. Um, ik hoop dat dit dus werkt. Nou als het goed is, werkt het. Het is insane dat je door middel van een code uh, kan joinen. Eerst moest je dus vrienden worden, of in Fortnite moet dat the ook of zo. Ik wou in de club. Oh, Merfilio, je zit er niet in. Ja, het spijt me. Er kunnen maar 30 mensen in de club. En daar kijken flipping 700 mensen. Maar maak jullie maar geen zorgen. Ehm. Um, Jullie kunnen misschien niet in de club, maar misschien wel in de games. Want ik ga elke keer nieuwe mensen inviten, oké? Okay? Dus ga niet weg als je er nu niet in zit. Ik ga naar elk potje nieuwe mensen inviten. En ik zit volgens mij met mensen die mega hoge rank zijn. Oh my god. Nou, of we gaan gecarried worden, of juist echt geowned, omdat jullie één Noob-speler hebben. Ik ben dus hele lage rank. Even kijken. Oh ja, ik merk wel dat dit iets hoger rank is, man. Bij mijn ranks gaan iedereen al in de eerste seconde dood. Ja, we zijn nu echt aan het poken, man. Waarom zijn ze ook allemaal zo long range? Ik ben zo short range. Nee, niet doodgaan. Niet doodgaan. Oh, oh er zit iemand in een bosje. Oh, ja, ik heb door dat dit hoger rank is, man. Niemand doet die outsmart plays voor mijn rank. Mensen gooien ook die clown emojis. Ja, ik kan nu niks doen, man. Dat weet ik zeker. Mijn range is ook zo gaar en ik ben zo bad. Oké, okay, ik ben een beetje aan het focussen. Trouwens, werkt alles. Oh nee, niet die Baby Shark. Dat is zo cursed. Oh ja, hier! Wat? Ik deed. Wat? Bro, ik deed al mijn shots. En die duel bleef gewoon op dezelfde AP. Ik weet ook echt totaal niet wat al deze brawlers doen eigenlijk. Maar ik vind het allemaal leuk, joh. Oké. Okay. Ja, waarschijnlijk verliezen we dus nu. Omdat jullie eigenlijk 2v3 uh, spelen. Want ik weet niet wat ik moet doen. I Iedereen is ook buiten mijn range. Oh ja, dat er natuurlijk. Iedereen is zo buiten mijn range. Dus ik kan niet zoveel doen. Deze mensen snipen mij zo lijp. Did I have fun? Eh ja, joh. Ik heb wel fun gehad. Volgens mij heb ik nul kills. Ja, ik heb nul kills. Oh my god. We hebben allemaal nul kills. Oké, okay, dat was heel simp. Ik doe wel eventjes een, uh, een brawler met wat meer range. Uh, weet je wat? Ik doe wel gewoon twee potjes of zo per uh, groep. En dan invite ik weer nieuwe mensen. Wat dachten jullie daarvan? Ga niet weg uh, als je dat net hebt gemist. Ik, ik ga elke keer gewoon weer nieuwe mensen kiezen. Ik denk dat ik twee potjes met iedereen speelde. Dus is er ook een beetje een kans als het even een slecht potje is. Om even nog iets te doen. Ik ga wel gewoon cold. Ik ben niet zo goed met cold. Maar jullie zijn ook allemaal power, een hoog power level. Um. Oh, maar jullie spelen nu ook met brawlers die wat minder trofeeën hebben volgens mij. Oh, dat is wel fijn. want jullie zijn echt allemaal dikke ranks man. Ik, ik kan niet eens ranked spelen. Dit is insane. Maar als het goed is, werkt alles, toch? Oh je mensen spammen ja. Volgens mij was dat de uh, antwoord op die vraag. Geluid is ook prima, of is het echt veel te hard? Volgens mij is het wel een beetje hard, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Baby shark. Dude, dude, dude. Die update was zo goofy. Ja, maar ook hoe ze die map control pakken ouwe. Ze splitsen allemaal zo lijf. Wat? Wow! Ik, ik was over half AP en ik werd echt gewoon gesloopt daar. Dat was insane. Ik werd echt gesloopt daar en die dude had ook een bubbel. Ik weet niet eens wat ik daarmee moet. Oh my god, ik ben hier niet zo goed in. Nu gaat het wel een soort van ietsje beter. Oké, okay, ik weet niet helemaal wat dat deed. Die dude zit ineens in een portal. Oh damn, ik heb gewoon een kill man. Dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht. Maar normaal zit ik ook een beetje met um, in potjes met brawlers die ik heb. En dat zijn dus de OG brawlers. En ik weet nog wel enigszins hoe die werken. Maar al die nieuwe weet ik echt helemaal niks van. Maar kijk, nu zijn we lekker gesplitst. Nu zijn we lekker gesplitst. Oh wat? En die dude zit weer in een portal. Ik snap zo niks daarvan. Je moet ook goed de bosjes in de gaten houden, mensen. De, de, oh, wow, ik kan allemaal praten. Deze mensen spelen heel slim met bosjes. Wow, wat? Ik werd door niks gekillt voor mijn gevoel. Oké, okay, het zal wel. Oh nee, daar gaan alle gems. En ik mis heel mijn super. Nee. Oh wat, zij switchen ook van plek. Oh, crap. Ik had mijn super geweest. Ik wilde hem te snel doen. Yes. Pa pak die melody, pak die melody. Oh nee, ik moet niet dichtbij haar komen. Ze heeft die muzieknoten. Ze is low. Oh maar ze heeft helemaal geen gems. Oh, één iemand heeft die gems. Oh, dat ging zo goed, maar ook weer zo slecht. Oh, dat was jammer. Dat was jammer. Maar die ging wel ietsje beter. Het was in ieder geval wel enigszins een close potje. Dat was een leuk potje. Dat was wel een leuk potje. En ik had gewoon twee kills. Kijk, daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. Ik had trouwens niet te veel chat kijken terwijl ik aan het spelen ben. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Uh, mag ik meedoen? Ik, ik ga gewoon elke keer nieuwe codes in beeld doen. Dus je hoeft het niet in chat te typen. Um, ik, ik, ik kan ook niet zomaar mensen kiezen. Ik ga gewoon... Um, ik, 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 je, je moet gewoon die code invullen. Maar hij komt er dus weer aan. Let op, ik ga nu de code in beeld doen. Dus... Zo, sorry. Het spijt me wat je moet doen als je niet weet hoe het werkt. Druk op het plusje uh, hier. Ja, dat is zeg maar links van die dude zijn hoofd. Als je op dat plusje drukt, en dan kan je join with code. Uh, als je het in Nederlands hebt, staat er iets anders. Weet ik veel, deelnemen met code. Uh, daar moet je op klikken, en dan kan je dus zo hier de code invullen. Maar ik zet hem nu in beeld. Dus 3, 2, 1, go. Snel, typ hem over, typ hem over. Kom op, kom op, jullie, kan, uh, jullie kunnen het. Wow, <laughs> wat. Dat is geen Nederlands. Ja, sorry, ik praat zo flipping snel. Ik cycle soms een beetje. Dan terwijl ik ook knokkers heb. Ja, ik heb uh, veel van de OG's. Oh, kijk. Oh, ZoJ zit er weer in. Um, sorry, kan ik er ook Absolutely. mensen uithalen? Ik vind je een hele toffe gast. Alleen, um, ik wil ook wel dat er andere mensen in zitten, natuurlijk. Ik wil ook wel andere mensen een kans geven. Dus misschien als je zou willen lieven. Um, oh ja, oh, je bent geliefd. Oké, okay, dankjewel, bro. Dankjewel. Dat, uh, dat waardeer ik heel erg. Hey, Is het de Kian? Oh, volgens mij heb ik chatberichten gemute, dus ik kan niks lezen. Maar is dit de Kian? Ik wist niet of jij dit spel zo no life Of is het? Ja, dan kunnen ook wel meer mensen Kian eten natuurlijk. Alles goed, jongens. Ja, met mij gaat het goed. Met mij gaat het goed. Ik heb ook een YouTube-kanaal. Oeh, nice. Wat voor video's maak je? Want het is echt moeilijk. Ja, het is. Uh, ik vind Brawl Stars wel lastig. Vooral als je hey, dan maar... ook in die hoge lobby speelt. Weet je wat? We gaan wel even iets anders spelen dan Jam Grab. Ik heb wel zin in. Uh... Oh, die zones die zijn er niet. Ik vind die zones altijd wel leuk. Uh... We kunnen knockout doen. Which brawler should I pick? Suggest Brawler. Oh, I don't know how. Ik ben noop. <laughs> Dan moet je niet aan mij vragen. Speel Fortnite. Season 2 is echt leuk. Je kan nu uh, ook Avatar. Er is nu ook Avatar. Oh, hebben ze een avatar-collab? Ik uh, zou wel weer eventjes Fortnite willen spelen. Maar ik denk dat we voor nu maar eventjes Brawl Stars gaan no-live. Wat dacht je daarvan? Dan kan ik er ook in. Uh, ja, door middel van de code uh, kan je erin. Nou ga ik eerst weer eventjes uh, twee potjes spelen met deze mensen. Als je er nu niet in zit, maak je geen zorgen. Er komen nog superveel kansen. Want ik ga dus maar twee of drie potjes spelen met iedereen. En een potje duurt anderhalve minuut of zo. Dus er is een kans. En uh, ben je dat dus al geweest? Join dan alsjeblieft no niet. Customers. Want dan kan je andere mensen een, uh, een kans geven. Mag ik joinen? Ik heb 62k. Uh, dat is echt heel veel, bro. Oh my god, hoe kom je aan? 62k. En uh, ik denk dat ik ook geoond word. Ik weet niet of je mij op je team wil. Ik ben het niet. Maar we hebben wel begonnen van de week. Oh, je volgt ook Dive. Je volgt ook Dive. Nou, daar gaan we. Oh, deze man die is veranderd. Damn, zo. So Al die ranks worden even geshowd. Ik heb echt zo'n bot profile, man. <laughs> Ik moest ook... Nee, waarom hebben jullie die baby shark? Moest je daar geld voor betalen of zo? Wow, wow, wat doen die balletjes? Die stuiteren zeven keer rond of zo. Oh, maar dat is ook zo'n klein, gaar robotje, man. Wow! Kijk, ik ga wel in dat bosje. Maar deze mensen zijn goed, dat zie je. Ze hebben gewoon door als ik in dat bosje ga. Oh, wat? We hebben één dood van hen. Dat is nice. Dat bosje is clear. Waar zijn ze? Ah, deze map. Oh. Cool Wat? Damn, Kian is echt aan het carryen. Ja, deze map is naar man. En die mensen weten ook zo goed hun range. Die kunnen maar echt zo op de rand raken. O, oh, ja, dat is slim. Je moet gewoon dat bosje pre-firen. Zo, die Kian die carryt echt hard met die Vivi. Zo, wij worden ook alleen maar gehit. Oh, je moet hem eigenlijk wel even finishen. Wat doet dat ding? Nee. Crap, we moeten hem eigenlijk finishen. Oh ja, dat je goed hè, bro. Dat je goed. Oh, crap, ze zitten samen daar. Bro, die bal is zo irritant. Oh hier, we moeten ze pinchen. We moeten ze pinchen. Ja! Ja! Let's go! Dat was insane! Oh my god. Oh, heb ik toch ook nog wat gedaan, hè? Kijk, daar worden we blij van. Daar worden we blij van. De club zit vol. Ja, sorry. Uh, er kunnen maar 30 mensen in een uh, uh, club. Het spijt me. Uh, daar kan ik niet zo heel erg veel aan doen. Um, nou zou ik weer mensen kunnen kicken. Maar ik ga niet mensen nu kicken en nu ze er even in zitten. Misschien doe ik dat elke week of zo. Nou, is dat ook wel stom. Ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Misschien meerdere clubs of zo. Ik. Um... Ik weet het niet precies. Voor nu, wij hebben de 722 likes. Heel erg bedankt. Laten we voor die 1000 likes gaan. Wat zullen we bij de 1000 likes doen? Zou ik dan iets van star drops doen of zo? Ik weet niet of jullie dat willen zien. Vinden jullie dat leuk? Zal ik dan een paar star drops doen? Ik kan daar 10 doen. Of is dat niet spectaculair genoeg? Ik kan heel eventjes kijken in de shop. Maar we zouden bij de 1000 likes dus een soort speciaal ding uit de shop kunnen kopen. Dus stay tuned. Blijf kijken. Smash op die like. Dan kunnen we dat zeker doen. Ik weet niet, wat is leuk om te kopen? We kunnen ook de Brawl pa Pass doen. Willen jullie dat ik uh, bij de 1000 likes de Brawl Pass koop? Of uh, Star drop? Kan je wel... Überhaupt... Oh my god, die skins. Die zijn al beter geworden. Oh, je kan niet eens Star kopen. Oh, oeps, sorry. <laughs> ik dacht, dat kan je gewoon kopen of zo. Oh, die moet je dan dus zo sparen. Oh, ik dacht, die kan je gewoon kopen. Want vroeger kon je ook die dozen kopen. Nee, ik zie niet echt per se uh, ergens waar je. Uh, star, uh, is, is er een manier om Stardrops te kopen? Ik weet het niet. Maar anders uh, koop ik wel de Brawl Pass bij 1000 likes. Wat vinden jullie daarvan? Willen jullie zien ook de Brawl Pass koop bij 1000? Koop Melody bij 1000. Ja, maar ik weet niet. Is dat niet zonde? Want kijk, ik heb ook best wel veel punten hier voor Melody. Ja, tenzij jullie dat willen hoor. Willen jullie. Uh, jullie moeten zeggen wat ik bij de 1000 likes moet doen? Een Brawl Pass. Of uh, Melody. Ja, mensen zeggen beste waarde is Brawl Pass. Dan doe ik denk ik wel Brawl Pass. Want ik ben wel van plan om dit two. te no-liven. Oh, dan krijg je heel veel van dat bling spul. En dan krijg je dus deze dude. Maar ik speel hem niet. Godlike player titel. Ja, dan krijg je ook wel een... Krijg je start... Oh nee, je krijgt geen start drops. Oh, ik had juist verwacht dat die daar allemaal in zouden zitten. Maar dat is niet zo. Uh, even kijken, wat zeggen jullie er allemaal van? Een map spelen waar 10 mensen in kunnen. Oh, is dat? Kan dat? Oké, okay, um, Halloween. Kan je dat heel eventjes zeggen? Welke, welke modus moet ik dan spelen? Dat wil ik zo voor jullie doen. Maar ik weet dus niet superveel van dit spel. Even kijken, ik zie nog mensen zeggen: Brawl, Pass, ook een hoop melody. Uh. Ik zou Brawl Pass doen. Het is ook niet per se uh, wat voordelig is. Jullie moeten gewoon zeggen wat jullie willen zien. Het maakt mij niet veel uit. Nou, ik uh, zie een hoop mensen Brawl Pass zeggen. We doen gewoon eventjes lekker bij de duizend likes. Uh, een Brawl Passje kopen. Dat is denk ik wel leuk. En jullie zeggen ook dat het voordelig is. Ik vind het fijn dat jullie zo daarover nadenken. Van, van is het wel voordelig? Dat is lief. Uhm. In welke map kan ik met 10 mensen? Weet je wat? Dan speel ik nog eventjes één potje met deze mensen. Dan lief ik weer eventjes. En dan kijk ik eventjes of een modus van. Uh... Oh, dan kan je 5v5. Oh, maar dan kan je alleen maar op je team of niet. Ja, iedereen zegt Brawl Pass. Uh, dat is helemaal mooi. Dan ga ik gewoon uh, uh, Brawl Pass. Oh, Melody die unlock ik toch wel gewoon met die, die uh, knokkerpunten of zo. Ik weet niet hoe die dingen heten. Back on the grind. Back on the grind. Ik vind die. die... Oh, wat? Hoe kan je mensen dubbelen? Is dat een gadget of zo? Want Leon kon dat vroeger niet. Oh, crap. Ik was helemaal niet op mijn AP aan het letten, sorry. Ik, was, ik had een beetje tunnelvisie op die gast. En uiteindelijk is hij niet doodgaan. Sorry. I'm sorry. Maar jullie carryen het toch wel eventjes. Wil je met mij Brawl spelen? Um, er is, uh, is genoeg kans in deze stream. Want ik ga heel vaak met mensen spelen. Zometeen so, gaan we ook een 5x5 mode doen. Klik op de drie puntjes. Dan zie je ergens aan vriendschappelijk. Oh. Ja, nou weet ik niet of ik vriendschappelijk wil doen. Want dan ga ik wel gefocust worden misschien. Maar dat weet ik niet. Of, of juist niet. Maar hoe kan je dan die 5v5 mode instellen? Want dat is toch bij Brawl Ball. Maar ik kan niet echt bij. Als ik op Brawl Ball klik, kan ik niet 5v5 kiezen. Of is dat pas vanaf een bepaald level? Baby shark, doo -doo 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 -doo, baby shark. Nee, dat is Edgar. Nee. Oh my god. Oké, okay, ik wist dat ik wel een beetje ver ging. Maar ik weet nooit wat ik tegen die dude moet doen. Die dude springt echt als El Primo op mijn hoofd. Maar dat heeft hij volgens mij als normale ability. En dan ben ik dood in een halve seconde. Hoe AP bij deze mensen ook? Oh, dat valt wel mee. Ik, ik weet niet ook met power level en zo hoe dat werkt. We moeten het allemaal nog een beetje leren. Geef me de kans, alsjeblieft. Ik ben de grootste fan van de wereld. Of eh. Uh, Grootste fan fan de wereld. Uh, je bedoelt op de wereld. Of, ik, ik weet het niet. Maar <laughs> maakt niet uit. Uh, heel erg bedankt, uh, Isa. Voor, um, voor je support. Uh, is ook vriendschappelijk. Oh, is 5v5 altijd vriendschappelijk? Um, Cloning Games, je zei dat je nooit meer Brawl Stars. Uh, wanneer heb ik dat gezegd? <laughs> heb ik dat een keer gezegd? Nou, bij deze, dat is niet waar. Ik heb gelogen. <laughs> bij kaartenmaker. Oh, daar kan je vijf en vijf. Oh, je kan ook vriendschappelijk solo show. Ja, maar dan word ik wel gefocust, denk ik. Dan word ik wel erg gefocust. Het is mijn verjaardag. Sp please speel met mij. Sorry, ik kan niet echt bepaalde mensen kiezen met wie ik uh, speel. Maar ik hoop dat je erin komt. En gefeliciteerd natuurlijk. We zijn weer over die 700 kijkers. Heel erg bedankt. We hebben ook de 830 likes. Deel deze stream even met iedereen die je kent. En zeg, smash op die like. Want bij de 1000 likes gaan we natuurlijk voor die Brawl Pass. En trouwens, wil je doneren? kan via de link in de beschrijving bij TippyStream stream. Of via dollarsymbol in de chat. Waar jullie nu aan het typen zijn. Uhm... Stel trouwens even wel leuke vragen in de chat. Want nu zitten we weer even niet in een game. Dus dan kan ik weer even wat dingen antwoorden. Mm. Je moet op het team klikken voor berichten. Uh. Oké, okay, well played. Hoe typen jullie ook zo cool? Oeps. <laughs> ja, dat is wel een oeps waard. Nou, ik ga er weer heel eventjes uit. Het was leuk om met jullie te spelen. Kaartenmaker. En dan... Uh, nee. Godzoon. Ja, maar dit is niet met veel mensen. Want ik zie ook nergens drie puntjes. Er zijn nergens drie puntjes. En hoe doe je dan Brawl Ball? Je is dus 3v3 Brawl Ball. Hoe kies je 5v5 game modes? Oh, maar dat komt niet vaak. Oh. Want ik wil denk ik geen vriendschappelijke doen. Wat is zwaarder? Een kilo veren of een kilo staal? Hm? Ik denk kilo staal. Oh, nee. Ik ben erin getrapt. Rechts Rechtsbovenin. Ja, maar ik voel niet per se vriendschappelijk, hè? Oh. Oh, nee. Sorry, Jelle. Het spijt me. Oh, maar dat is friendly battle. Ja, maar ik denk niet dat ik friendly battle wil. Is er niet gewoon een 5v5 mode? Maar dan met gewoon tegen normale echte spelers. Want. Je hebt namelijk dikke kans dat het heel oneerlijk gaat worden. Dat er allemaal low-level mensen. Dat er allemaal low-level mensen, zeg maar, in je, um, in, je, in je ding komen te zitten. Wat wil ik zeggen? Oh ja, allemaal low-level mensen in, in het ene team en allemaal high-level in het andere of zo. Je, die kans heb je natuurlijk. Nou, weet je wat? We proberen wel één friendly battle. Het uh, kan ook geen kwaad. Dan doen we wel gewoon jam grab of zo. Friendly Battle. Oh, en oh, dan staat er ook al een code. Oh, dat had ik helemaal niet door. Uh, daar. Nee, nu nee, niet meer. Daar staat een code. Hoppakee. Daar rechtsbovenin, onder alle donaties. Friendly is allemaal max level. Ah, dankjewel voor het aangeven. Dat is perfect. Dan kunnen we dit gewoon doen. Ik ben zo blij dat je Brawlstar speelt. Dit is ook zeker niet de laatste keer, want jullie support is insane. Heel erg bedankt ervoor. Als je, het, je hoeft niet alleen maar, het is niet alleen maar als je doneert. Gewoon het feit dat er zoveel mensen kijken, zoveel mensen liken. Heel erg bedankt voor al jullie support. Hoe kom ik in de game? De code staat uh, daar rechtsboven. Maar blijkbaar. Oh nee, hij zit helemaal vol. Nou zie ik wel mensen die net al zijn geweest. Als je al bent geweest, uh, lief dan. Alsjeblieft. Het spijt me. Maar dan kan je andere mensen een kans geven. Want ik wil dat zoveel mogelijk mensen met mij Brawl Stars kunnen spelen. Kan ik ook nog Brawlers kiezen? Oh ja. Ja, maar volgens mij is echt high range soort van essentieel. Ja, tenzij je dichtbij kan komen. Maar ja, ik, ik weet niet met. Maar iedereen is max. Oh, maar iedereen is max. Oeh, iedereen is max level. Hmm. that's very nice. Very nice. Die Rico is volgens mij ook Thank wel chill. You. Die lijkt me veel chiller dan Colt. Maar dat weet ik niet hoor. Ik kan ook wel Barley. Vind ah, ik veel, man. Ik ga wel Barley. Als die toch max level is. Oh ja, ik heb allemaal gadgets, man. Nee, die kan je ook aanpassen. Ja, maar dit, is allemaal, dit gaat allemaal te ver voor mij. Dit gaat allemaal te ver, Barley. Eh. Uh... Ah, ik doe maar meer HP, want ik ben niet zo goed. Eh, uh, sorry, ik moet dit wel even lezen hoor. Ik doe denk ik wel gewoon echt dikke healing of dikke damage. Ik ga wel gewoon uh, hier voor dikke damage. Reveal opponents. Uh, oh, nee, die reveal opponents lijkt me echt nice. Oké, okay, weet je wat. Ik kies wel gewoon zomaar dingen. Nou, uh, ik hoop dat iedereen ready is. Daar gaan we. Oh, Zo Jay is geliefd. Volgens mij waren, was die tornado guy. Die was er net ook al. Maar. Um, ja, die, uh, die lief niet. Maar misschien was die net niet hoor. Dan weet ik niet ja dat kan altijd... Oké, okay, blijkbaar kan je wel altijd... Ja, sure, dan kom kan met 10. Maar dan word ik gefocust, denk ik. Dus dat gaan we maar eventjes niet doen. Dat gaan we maar eventjes niet doen. Maar dank jullie wel voor de suggesties. Nou, daar gaan we. Oof, dit is wel spannend, hoor. Dit is uh, wel spannend. Nu gaan we ook echt tegen... Ja, oké. Okay, jullie zijn allemaal max-ranked. Dat weet ik. Ik heb een botprofiel Ready to serve. Somebody call for surge. Die voicelines zijn zo grappig, maar zo cringy tegelijkertijd. Ja, oké, okay, ik ben dood. Oh my god, nee, ik leef nog. Oké, okay, even de area denieden, zodat die gems gepakt kunnen worden. Oei. Die was heel low. <laughs> die was heel low. Maar dit kunnen we nog wel pakken. Uh, dit is allemaal ook wel erg veel voor mij. Oh, en die Edgar zit er weer. Die verdomde Edgar, man. Ik haat Edgar. Ik weet nooit wat je daartegen moet doen. Volgens mij kan die dude gewoon jumpen met een gadget of zo. Maar het is ook erg lastig voor mij om te volgen. Want voor mijn gevoel ben ik echt dood als ik één keer mijn hoofd laat zien. En mijn range is ook niet zo. Hoog. Nee, zijn mensen kunnen ook zo goed snipen. En Edgar springt weer op mijn hoofd. Oh my god. Oh, die Edgar. Maar als super kan die ook gewoon nog een keer springen. Die man springt drie keer achter elkaar. Ligt het aan mij of is Edgar heel goed? Waarschijnlijk, als ik met hem speel, maar ja, is die heel slecht. Hier, die dude kunnen we toch nog wel hard killen. Wow. Dat is bijna mijn hoofd eraf. Ha, Edgar. Oh, wat? Die tonic deed helemaal niks. Of was dat dat healing gebeuren? Oh, dat was volgens mij dat healing gebeuren. Ik dacht dat ik. Oh, hier, we hebben de gems. Ik dacht dat ik dat damage gebeuren had gekozen. Edgar springt weer op mijn hoofd. Kill Edgar. Ja, we hebben gepunished. Oh, ik ga gewoon als, als lokaat. Ga ik er gewoon in, man. Misschien kunnen we. Oh nee, we hebben echt amper gems. Ik dacht dat we Kou nou stoppen. Ja, ik kan niet zoveel doen. Die Edgar, die springt echt keihard op mijn hoofd, man. Oh, en hij gooit die clown. Oeh, de disrespect. De disrespect. Um, wat kan je doen tegen Edgar? Edgar is goed. Ja, oké. Okay. Alleen 5v5 spammen. Maar hoe kies je dan 5v5? Oh, hier. Niet. Ik wil heel graag 5v5 doen, maar ik weet niet hoe dat moet. Oh, we kunnen ook met bands doen, dan ben ik Edgar. Hoe, uh, hoe counter je Edgar? <laughs> Win nou eens even. Nou, we hebben, we hebben al twee keer gewonnen, volgens mij. Maar hoe moet ik ook winnen tegen Max Rank mensen, man! Die op mijn hoofd springen. We doen wel gewoon twee games per keer. En dan doe ik weer nieuwe mensen: Shelly tegen Edgar. Maar She oh ja, Shelly. je Hebt iedereen max. Let's go, nou, dat yeah. weet hij dan nu ook natuurlijk. En dan gaat hij een Shelly counter pakken. Ja, ja, ja. Hypercharge. Oh, ik weet toch helemaal niet wat dat is. Ja, het is helemaal prima dit. Ja, iedereen is zieke loadouts aan het maken. Niemand is ready. Ja, en die Duty die Edgar was volgens mij. Die is nu een andere aan het pakken. Ik ga naar Maps. Maps onder. Ja, maar bij... daar staat geen 1v5 game mode. Dat, dat, dat had ik net gekeken. Daar staat geen 1v5. Hij ja, kijk zo wel nog een keertje. Ja, die man is geen. Is die Edgar? Nee, hij is iets anders. Hij is, hij is Shelly Counter. Die brawler heet Shelly Counter. Zo, so, mijn Shelly doet ook echt nul damage. Oh nee, hij is nog steeds Edgar. Ja, daar gaat je AP. Wat? Was dat nou een schatkist die naar mij toe vloog en mij explodeerde? Dat is zo gaar. Dat is van een skin. Ik wist niet dat het zo'n dynamietbom... Oh my god. En die... Ed <laughs> We worden echt ingemaakt hier. Oh my god. Kan je ook de teams balancen of zo? Boom. Oh, ik sta ook stil. Wat? Ik was gestund. Oh, dat doet zijn ultimate, denk ik. Nou, Edgar is wel weer... Uh... Oh nee, hij leeft nog steeds. Oh, en die bom. Damn, die bom doet ook zoveel damage, man. Die bom doet insane veel damage. Ik stond zo ver weg. Oh, dat is niet zo best, hè? Oh, dat is niet zo best. Oh. En dan komt die bom weer. Hè, bro, die bom die zie je echt zo niet. Het is echt zo'n klein plaatje. Hè. Die doet 1 AP. Oh my god. Oh. Oh nee. Oh nee. 8, 7, 6. Edgar, nee. Oh my god, ik kan niet, doet ik echt nul damage doen. Die dude heeft maar echt... Hij kan aan de andere kant van de map... Oh, wat? Oh, de counter gaat weer opnieuw. Hij heeft maar echt in drie hits. Oh, dat is low. Dat is low. Wat is je beste knokker? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat de meta is. Ik doe hem ook niet zoveel damage, volgens mij. Volgens mij is Shelly totaal geen counter van Edgar. Daarom is hij ook nog steeds Edgar. Oh, oké. Okay. Uiteindelijk deden we het dan nog oké okay of zo. Uh, ja, hier was ik dus bang voor met vriendschappelijk. Het is echt totaal niet gebalanceerd. We hadden één gem en zij 17. Dus even kijken. Kan ik ook niet gewoon dat we alleen maar met kijkers in het team zitten? Want waar is dan die 5v5 mode waar jullie het over hadden? Waar is die? Bij game Eh, uh, ja. Welke is 5v5? Klik op edelstenen, ga je dan 5v5. Ja, hoe kies ik dan 5v5? Ja, dat is een beetje wat ik bedoelde. Ik dacht dat je inderdaad 5v5 kon spelen. Maar volgens mij unlock je dat later pas. Moet eerst hypercharge. Ja, ik kom ook later pas achter dat ik die hypercharge heb. Maar ik weet ook helemaal niet echt hoe dat werkt. Ga naar kaarten. Maar wat is kaarten? Dit, is dat dit? Ja, ik heb het in het Engels staan. Beste knokker met meeste trofeeën. Ik heb geen idee. Die zijn er momenteel niet. Oh, iemand zegt dat er op dit moment geen 5 en 5 zijn. Eerst vriendschappelijk. En dan. Oh, ja, trouwens, nu zat er ook een code. Oh, en dan. Oh, oh. Oh. Ah. Kijk, dat. Oh, dat maakt het al iets. De... Oh. Oké. Okay. Dat maakt het al iets duidelijker. Dank jullie wel. Oh. Oké, okay, volgens mij heb ik deze mensen net al allemaal gemute. Uh, oh. Oh, dit kan niet 5v5. Ik kijk even wat je allemaal 5v5 kan doen, oké. Okay. Uh, oké, okay, ja, dan doen we dit. Hoppakee. Oh my god. Ja, het is wel jammer dat het dan alleen met vriendschappelijk kan. Want ik ben bang dat het echt zo oneerlijk gaat worden. Misschien. Wacht, ik kan ook uitzetten, maar dan gaan we tegen bots. Hey okay, oh. knokdoos opener heet die man. <laughs> ja, dit is op zich wel nice. Alleen uh, ja, dan word ik weer tegen Edgar. Wie kan ik ga nu even opzoeken? Hoe counters Edgar? Ik haat in mijn games ook altijd Edgar. Shelly. Wat? Oké, okay, dan doe ik iets fout. <laughs> ik doe iets fout. Oh, nou even al mijn camera gegeven. Uh, um, ja, met wie zal ik spelen? Ja, ik ben niet zo goed met Shelly. Ik heb ook wel zin in Frank, maar ik denk dat Frank heel bad is. Ja. Hey ik Ik ga wel cold. Hoppakee. Oh, deze heeft ook weer zo'n hypercharge. Bulletstorm. Oh, die is wijder. Reload speed. Sneller. Movement speed. Attack range. Ja, die doen we. Meer health. Ja, dat is allemaal te veel management. Oké, okay, dit is hem. Hoppa, ik ga ready. Oh, iedereen is echt zijn beste Brawl uit de kast aan het halen. Is echt klaar om te gaan zweten. Oi, 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 oi. Ik krijg nooit de kans. Uh, ja, sorry. Uh, ik heb ook niet heel veel invloed op wie erin komt. Het is gewoon, je moet snel zijn. Dus het spijt me, het spijt me. Heb je Edgar? Nee, nee, nee. Ik heb echt uh, maar een paar van de OG-brawlers. En dat is het eigenlijk wel. Hoe heet je clan? Uh, die zit nu al vol. Ik uh, liet hem aan het begin echt even voor vier seconden zien. En toen zat hij helemaal vol. Oh, de code doet het niet. Uh, dat komt omdat de lobby al vol zit. Dante, nee, ik zat erin en was je gelie... Oh, serieus, het spijt me. Maar Vilo, er komt vast nog wel een kans. Er komt vast nog wel een kans. Maar waar zijn alle mods? Ja, dat weet ik niet. Ze zijn allemaal Brawl Stars aan het spelen. Maar mods zijn toch ook niet echt nodig op het moment. Kia mag ook even lekker eten. Wow, waarom staan er ineens balken of was het al heel de tijd? Het ziet er zo lelijk uit. Waarom is die baby shark ineens zo slow? Oh my god, maar het is ook 5 tegen 5. Dit is zo raar. Ik heb nog nooit een 5-5 mode gespeeld. Oh, ik zit ook net niet in range. rangeer. Oh, yes, die hadden we gepakt. Sorry, ik ben echt totaal niet met het team aan het spelen. Dit voelt zo raar maar 5 voor 5 mode spelen. Volgens mij zit er niemand in dat bosje. Oh, die melody ak wel even goed terug. Oh, kijk, daar gaf me die goede support. Oh, Edgar. Nee! Nee, er is een Edgar! Oh, wat? Ik word ook ineens gedived. En ik race me super. Ik race me super. Maar ik leef nog wel. Wat ik niet verwacht. Oh, die hyper, die charged ook. Ja, ik heb nog nooit dat gehad. Ik heb echt alleen maar low-level brawler. Wat doet die dude, man? Wow, die Edgar. Ik snap niks van Edgar, man. Het is echt een insane dude. Oh, die Melody ook, man. Als een beetje een lijpe moord is. Nee! Oh, ja. Oh, kijk. Jullie zijn me aan het protecten. Jullie zijn me aan het beschermen van de Edgars. <laughs> yes, dank jullie wel. Dank jullie wel. Oh, maar dan moeten we ook wel de andere mensen beschermen voor Edgars. Oh ja, volgens mij krijg je attack power als je in dit ding staat. Ja, Melody. Je kan ons niks maken. Oh. Pa pak die. Nee. Die heeft 200 HP. Yes. Lekker. Oké, okay, ik kan niet door. We worden ineens hierheen gepusht. Oh, we waren ook gewoon aan het verliezen. Ik dacht, we winnen. Dit. Sorry, ik volg er niks van, man. Wow, wat doet die kraai. Oh my god. Ik weet niet wat die kraai deed, man. Ik weet ook amper. Die, die super. Hij ging heel raar in de lucht met 700 dingen. Oh, hebben we... Ja, we hebben gewonnen! Oh, maar anders had ik ook die hypercharge met die super, hè. Oh, dan hadden we sowieso gewonnen. Hier, ik heb ook gewoon drie kills. Holy moly. Nou, ik had wel fun, hoor. Ik had wel fun. Die knop kunnen ze ook weer nemen. Nou, heb je gewonnen, heb je verloren. Heb je al Brawl Stars sinds 2019? Ik... Nee. Wanneer is het uitgekomen? 2017 toch of zo? Wanneer was de Canada beta? When was Brawl Stars... Oei, oh, ja, 2017, nou sinds uh, dan. Ik speel het al sinds 2017, ja. Ik kan mij een veteraan noemen. Een veteraan met 19 brawlers. <laughs> nou, um, we doen wel nog een potje hè? Ja, dit vind ik leuk. <laughs> Omdat we gewonnen hebben. Nee, maar kijk, nu kan ik nog enigszins beschermd worden. En het is heel chaotisch, dus ik vind het al helemaal leuk. Ik volg daar geen reet van. Ik, ik had niet eens door dat we Jam Grab speelden. Ik nog één potje zo en dan start er weer een nieuwe lobby. Dus als je nog niet bent geweest, stay tuned. Want over vier minuten of zo is er weer een nieuwe kans. Voor nu, smash eventjes op die like. We hebben bijna die duizend likes gehaald. Heel erg bedankt voor al jullie support. Echt heel erg bedankt. De donaties waren ook echt lijp. Even kijken. Heb ik ook nog donaties gemist? Dat zou kunnen. Ik was niet heel erg meer aan het opletten, eigenlijk. Voor zover ik weet niet. Okie, dokie. Uh, mag ik meedoen? Zometeen komt er weer een kans hoor. Het is niet eerlijk voor mensen met slechte wifi. Ja, inderdaad. Het hangt ook wel heel erg af van je internet. Maar daar kan ik ook niet heel erg veel aan doen. Het spijt me. Oh, ik ben weer als enige bot met echt gewoon... Gare profile. Kan je hier doorheen? Oh, die moet je slopen. Oh, oh, en nu is die Mortis! Oh, en Poco. Oh, Poco wordt wel gespeeld door goede mensen. Ik dacht, ik ben de enige die Poco speelt. Hij ah, ziet dat ik me super doe. Yes, hij heeft die mortis. Nice. Die superde helemaal niks. Die superde helemaal niks. En nu weet hij dat ik een super niet heb. Oh, schiet ongeluk. Lekker. Goed zo, goed zo. Oh, jullie doen zo goed. Oh, Edgar. 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 Oh, kijk, ik had hem met die reload gadget. En nu hebben we gems. Oh nee, ik heb de gems. Nee, ik wil de gems niet. Ja, dat is het einde voor jou, Edgar. Oh, kijk, mijn arch nemesis. En nu is moord er ook bij. Zij hebben drie assassins ofzo. Nee. Oh, dit is het einde van mij. Maar jullie hebben de gems, toch? Yes. Oké, okay, we hebben de countdown. Here we go. Here we go. Oké. Okay. Hypercharge. Fokko. Oh, je kan niet door die dingen heen schieten, volgens mij. En hij hield. Oh, en ik mis alles. Oké, okay, sorry. We moeten weer even focussen. Dat is geen stress. Oh, oh, ik dacht dat ik toch wel had. Maar ik had mijn super. <laughs> Oké, okay, ja, dit winnen we toch wel. Ik, ik heb ook mijn super, ondanks dat ik hem niet ga raken. Yes! Yes! Yay! Ik weet niet of ik wat heb gedaan. Ik weet niet echt of ik wat heb gedaan. Drie kills. Niet echt. Nou, een beetje wel. Een beetje wel, hoor. Hier, ik heb ook gewoon wat damage. Ja, kijk eens even aan. Kijk eens even aan. Oh my god, we hebben ook nog maar 2 likes nodig voor de duizend likes. Heel erg bedankt voor al jullie support. Deel deze stream ook eventjes met iedereen. Je opa en oma, je ouders, je klasgenoten. Al je vrienden, al je vrienden op je Brawl Stars vriendenlijst. En zeg eventjes van... Yo, Clony is playing some Brawl Stars. Je had dat ooit gedacht. what? Het is insane. Oké, okay, ik lief deze weer even. Dan starten we zometeen weer een nieuwe. Kan ik trouwens ook eventjes um, iemand zijn vraag beantwoorden over wie mijn de brawler is? Ja, dat is nu Cold. Ook al vind ik Cold niet heel leuk. Maar sommige voelde de enige die dan een beetje normaal kan spelen. Ja, die Dynamite die was ook wel een naam tegen spelen. Die 8-bit lijkt me ook wel chill. Ik vind het altijd wel leuk om een soort van support te zijn. Om van die. Uh, uh, heel dingetjes neer te zetten en zo. En hij heeft zo'n damage dingetje. Hoppa, we hebben die duizend likes. Heel erg bedankt iedereen. Heel erg bedankt voor jullie support. Wat we eventjes doen is we doen eventjes een nameroortje. Dan switch ik heel eventjes de camera. Um, dan ga ik eventjes. Uh... Oh ja, hier. Dan ga ik heel eventjes met PayPal en zo linken. Want dat gaan we natuurlijk niet tonen op stream. Want ik heb dus niet mijn PayPal Brawl Stars. Maar dan ga ik heel eventjes die Brawl Pass. ga ik even kopen. En uh, uh, natuurlijk ga ik het doen, jullie spammen. Oh, je moet hem nu wel kopen, hè? Dat ga ik sowieso doen. Maak je er maar geen zorgen, jullie supporten insane. Um, ik kijk heel eventjes in de shop. Hoe koop je een Brawl Pass? Get. Oh, Brawl Pass Plus. Welke moet ik halen, Ik snap het niet. <laughs> sorry. Brawler Unlock. Wat krijg je dan? Skin Chromas. Oh, maar je krijgt dan alles in één keer, of niet? Exclusive skin. Je krijgt Skin Chromas en de titel. Oh, maar Chromas krijg je normaal op het. Oké, okay, uh, sorry. Ik, uh, ik ga hem kopen. Oh, trouwens, nu doen we al een naamrondje. Um, ik ga hem kopen, maar jullie moeten even uitleggen wat het verschil is tussen Brawl Pass en Brawl Pass Plus. Ja, jullie willen lak de plus halen, maar ik wil wel het verschil weten. Um, even kijken. Eerst moet ik even de link... Of is het al gelinkt? Oh joh, ik heb het al gelinkt. Als het goed is. Oké, okay, um, ik, ik snap dat jullie willen zien dat het satisfying is dat ik hem echt koop op stream. Maar ik koop hem wel eventjes wanneer ik de fullscreen uh, heb. Gewoon voor de zekerheid. Uh, Noah, Robin, um, Blitz, Kenji. Hey, we hebben nog een donatie van Noxky. En je hebt nu als het is die 100 euro bereikt. Heel erg bedankt, Noxky, voor je support. Het was even geleden een donatie. Maar heel erg bedankt, Noxky. Oprecht voor al je support de afgelopen tijd. Filan, um, Joep, Naut, uh, Milan, Timo, Seb, Naut, Daan, uh, Joep, Pelle, Silvana, Otis, Daan, Seb, Timor. Uh, Filian, Wolf, Victor, Jeff, Finn, Bo, Dylan, Naut, Marco. Oh my god, de chat gaat snel. Het is insane. Heel erg bedankt voor jullie support. Um, plus is beter, maar wat krijg je bij plus meer? Ik snap dat het dan meer voordelig is, maar. Senne, Mats, Nant, uh, Jelle, Roberto, Chesson, uh, Noah, Giovanni, Else... Uh, Noah, uh, Mats, Daniel, Sjoerd, Bjorn, Giovanni, Jordi, Short, Pepijn, Levi, Jesse, Sjoerd, Daniel, Nick, Filian, uh, Toby, Sjors, Fabian, Robin, Sam, André, so, het wordt heet in mijn kamer man. Normaal wordt het nooit zo heet. Misschien ik zo enthousiast aan het doen, man. <laughs> ik denk dat dat het is: Twan, Sven, Sjoerd, Ian, Levi, Douwe, Joel um, of uh, Joel? Zou ook kunnen. Sorry, ik weet het niet: um, Marlo, Bram, Noah, Bo, uh, Thiago, Tim, Joel, Teun, Naut, Leandro, Benjamin. Uh, Mathis, Ella, Linden, Rosie, Jim, Stuart, Liam, Jaden, Mace, Luca, Joa. Oh my god, er komen weer allemaal requests in beeld. Ik vind jullie allemaal super aardig, maar het spijt me. Ik moet jullie even muten. Teun, Flynn, Thomas, Bradley, Tristan, James, Beamin, Mathis, uh, Hidde, Max, Dean, Victor... Jax, Fik, Dion, Jaden, André, Luc. Trouwens, werkt ook alles uh, goed. Uh, ja, anders hadden jullie wel wat van gezegd. Maar volgens mij is het prima, toch? Hé, hey, we hebben nog een donatie van Dutch Monkey met de 2,50. Heel erg bedankt. Wanneer ga je nog eens VR doen? Oeh, dat is een interessante vraag. Ik zat er wel weer eens een keertje aan te denken: van hmm, VR. Nou, zit de zomer er weer aan te komen. Dus ik weet niet helemaal zeker, maar. Ik zat aan te denken om misschien die oude dingen opnieuw te doen. Zoals Job Simulator. Want ik zal weer even die video's terug te kijken. Job Simulator was goud, man. Maar ja, er komen tegenwoordig niet echt meer nieuwe VR-games uit. Eigenlijk nu. Um, Voornamelijk de reden waarom mensen vr headset kopen is. Uh, om Flight Simulator te spelen. Of. Uh, <coughs> sorry. Uh, racing Sims. Ja, er komen niet echt meer nieuwe games uit. Het is een soort van een beetje uit. Nog wel veel mensen spelen VR, maar er komen niet echt nieuwe games. Maar daarom zal ik aan te denken om oude games te doen. Maar ik weet dus niet zeker of het gaat komen, want het gaat natuurlijk weer warm worden. En ja, niet morgen al, maar... Echt mooi deze chat. Zo piep snel. Haha, ja, inderdaad. Het is echt niet normaal. Het zijn weer een beetje de oude tijden. Uh, Thijs, Jasper, Eram, Bo, Levi, André, Iris, Levi, Bradley, uh, Denzel, Vince, Tim... Bro pas Ja, ik ga hem halen. Maar eerst doen we even een naamrondje. Ook nog als extra beloning. We hebben nu al 1100 likes. Heel erg bedankt. Blijf op die like... Wow, wow. Uh, ik mix al mijn woorden. Blijf op die like. Smashen. Uh, we gaan nu gewoon weer voor die 500. Uh, 15. Zo. Wow. Ik kan afbepraten. Sorry. We gaan nu gewoon voor die 1500. En. Um, dan doen we gewoon weer een, na uh, een naamrondje, denk ik. Even kijken. Uh, Sam. Vince, Tim, Roy Fan Mats, Max. Max Diebe, uh, Noah, Mats, Ayub, Tigo, Leandro, Ben, Naut, Nikai, Mats, uh, Saskia, Jesper, Noah Teun. Elise. Wow, waarom zo agressief, World of Airports? Wat heeft Merfilo fout gedaan? Marfilo heeft toch helemaal niks fout gedaan? Hey, Stef heeft nu ook gedoneerd. Heel erg bedankt voor je 1 euro. Ik hoop dat je aan het genieten bent van de stream. Dikke shout-out naar jou. Uh, meer rewards en skins plus, level, uh, plus 10 levels. Maar hier staat dus dat bij Brawl Pass Plus krijg je um, twee keer skin chromas. Dat snap ik niet, eigenlijk. Je krijgt exclusive skin sowieso, maar je krijgt dus ook skin chromas. Ja, het enige probleem is... Dat is voor een brawler die ik niet heb. Want dat is toch Buzz? Waar is Buzz? Sorry, ik ben nu even aan het kijken hoor. Ja, 350 gems. Die is mythic. Available on the Star Road. Wat is de Star Road? Ja, maar die staat zo ver weg volgens mij. Ja joh, die ga, ik no die ga ik nooit unlocken. Dat is voor een skin die ik nooit ga krijgen. Oh my god. Oh ja, hij komt in beeld. Heel erg nice. Uh, oh, oh my god. Deze... Oh ja, dit zijn nu alle superchats die in beeld komen. Nice, die heb ik net gehad. Uh, Naamwoordje is voor nu voorbij. Ik ga de Brawl Pass halen. Maar moet ik de normale Brawl Pass halen of de Brawl Pass Plus? Ik heb geen idee wat de Plus doet. Maar als jullie dat willen zien, dan doe ik dat. Um... Brawl Pass... Uh, of Brawl Pass. Ja, maar jullie gaan sowieso plus zeggen. Dat weet ik gewoon. Dat weet ik gewoon. Maar ik weet het verschil niet. Nee, ik snap er helemaal niks van. Maar die normale Brawl Pass is toch ook goed genoeg? Want het is zeg maar. 4 euro duurde. En dan krijg je een rode, een rood wolfje in plaats van een blauwe, Oké, okay, jullie zeggen allemaal plus. Dan gaan we lekker plus doen. Hey, we hebben nog een donatie van Dutch Monkey met de 2,50. Doe er gewoon nog even 2,50 bij. Heel erg bedankt, bro. Dikke shout-out naar jou. Ik heb een goede VR-game Beat Saber. Dat heb ik heel veel gespeeld. Alleen, dat kan ik niet echt op mijn kanaal doen door copyright-dingen. Dat is uh, uh, jammer. Maar ja, dat kan ik dus niet doen. Maar het is een hele zieke game. Um, die kan je dan unlocken als je die skin koopt. Als je de buskin koopt, krijg Oh, dan krijg je... Oeh, dat is nice. Ah, dankjewel voor het melden. Ik ga eventjes voor Brawl Pass Plus. Helaas kan ik het niet in beeld laten zien. Ik wil geen dingen risken. Wij gaan voor Brawl Pass Plus. Maar liefst 12 euro's. Even kijken. Als het goed is, werkt het nu? Misschien. Ik ben gescamd! Je aankoop is voltooid. Oh my god! Zieke animatie! Oh oh oké, okay. jullie hebben de animatie een beetje gemist, maar dat hebben jullie vast ook uh, wel gezien. Er kwam zo'n een soort regenmogen dingetje. Ehm um, 10 level. Ah, dat is wel zo wel karig hoor. Ben ik maar level 18. Damn. Hé, hey, nu hebben we ook meteen vier star drop opening. Let's go. Maar ik heb dus nu Brawl Pass Plus. Ik heb hem gehaald. Heel erg bedankt voor al jullie support. Ik hoop dat jullie blij zijn hiermee. Um, ja, en deel deze stream ook eventjes met iedereen die je kent. Zeg eventjes, yo, Clonny heeft de Brawl Pass en hij gaat nu eventjes wat dingen openen. Zullen we al deze rewards nu al uh, pakken, al deze beloningen? Of zal ik wachten totdat ik een max heb? Zal ik deze nu al pakken of niet? Dus dan kan je dat niet laten zien. Ja, voor de zekerheid, als ik moet betalen. Ik weet niet wat er allemaal in beeld kwam, maar er kwam eigenlijk helemaal niks in beeld. Dus kom uh, komt eigenlijk wel. Ik word meteen level 5. Oh nee, ik ben nu level 19. Of ik ga nu naar 19. Ik heb hem ook gekocht. Ah, nice. Hebben we hem tegelijk gekocht of had je hem al? Welke telefoon heb je? Uh, dat is een goede vraag. Dat is een iPhone 11, denk ik. Weet ik niet. Ik heb 53.000 trofeeën. Damn, heel veel van jullie hebben echt mega veel trofeeën. Echt niet normaal. Uh, iedereen zegt nu. Oké, okay, we gaan nu de rewards doen. Maak je nu maar geen zorgen. Zullen we eerst die van de gratis doen? En dan gaan we daarna die van de premium. En dan gaan we eens dus kijken naar alle rewards. Wij rejecten deze even. Het spijt me. Dan gaan we naar de eerste star drop. Rare, rare, rare. Oké, okay, het is gewoon rare. Dat, dat is een beetje sip. Dat is een beetje sip. En... We hebben 25 naamloze punten. Oh, PowerPoints. En dit. Oh ja, kijk hier. M Trouwens, waarschijnlijk unlokken we Melody ook gewoon. Oh, dan was die pack sowieso echt zonde van 23 euro. Hier nog een star drop. Rare, rare, rare. Super oh, super rare. We hebben een super rare: 50 punten. Dat voelde niet heel super rare. 1000 coins. Dat is nice, man. Ik ben echt arm in deze game. Rare. rare. Ja, vroeger upgrade ik echt al die poppetjes. Dan hebben we... Uh, ja, dat waren gewoon weer punten. Hoppa, Melody al op de helft. Laatste stardrop voor deze keer. Mythic! Wow! Wat? Oké, okay, dat hebben we nog nooit gehad. Kijk dit. Oh my god, dat had ik niet verwacht. Maar het kan ook niet hoger, toch? Of legendary? Mythic. Oké, okay, het is dus Mythic. Oh, die man is ook heel blij. Mythic. Is één. Een... <laughs> nee! <lacht> dit is dus precies wat ik bedoelde, man. Dan heb je Mythic. Echt de ziekste stardrop ooit. Nou ja, dan verwacht ik... Edgar of zo, weet ik het wat, die is mythic waarschijnlijk. En dan krijg je 200 punten. En ik, uh, ik heb er nu 3000. Ja, heel erg bedankt voor die 200. Ja, <laughs> oh, dat is jammer. Uh, 10 gems, maar misschien is het sick hoor, dat weet ik niet. Legendary is het best, ah oké. Okay. Oh kijk, 1000 bling hebben we. Oh, dan kunnen we ook wel een skin halen. 1500 bling, what? Oh ja, het is inderdaad heel voordelig. Dan hebben we ook een nieuw pin. Oké, okay, een nieuw pin. Dan hebben we bijna Melody en Log nog meer bling. Dan hebben we duizend muntjes nog. Dit is satisfying hoor. Oh, en 1500 voor plus. Oh, kijk, dat staat erboven boven met dat icoontje. En uh, oh, we hebben een donatie hoor. Even kijken. Oh, dat is die van Dutch Monkey, volgens mij uh, van Net. Yes. Ah, die heb ik al gehad. Heel erg bedankt nog. Dan hebben we weer een nieuwe pin. Deze is iets bozer. En dan hebben we ook nog een donatie van Dutch Monkey. Die is dan een beetje uh, naargetimed. Oh, dus zit is in mijn oog ofzo. Um, nog een donatie van Dutch Monkey. Met de 2,50 bij elkaar, 57. Heel erg bedankt. Ik hou van je fits. Heel erg bedankt voor uh, dat compliment. En ik hoop ook dat je geniet van deze stream. Ik hoop dat je Brawl Stars leuk vindt. Want er gaat sowieso meer Brawlers uh, aankomen. Ik ga het wel gewoon echt no live. Afgelopen week speelde ik het ook wel meer. Ik was, zat echt op de 1000 trofee of zo. En nu, over de 2000 in ieder geval. Ik ben nu wel een beetje aan het no live. Dan gaan we door. Dan hebben we um, nog meer voor Melody. Melody gaan we net niet halen. Ah, dat is jammer. Maar dan hebben we nog 100 bling. En dan krijgen we hier 10 gems. En dan krijgen we dus 15 dan denk ik. Oh nee, nog 10 erbij. <coughs> dan hebben we nog een pin. Deze is heel blij. Dan hebben we al oh, 1000 hier. Dan krijg ik een mythic met 200 punten. En hier krijg ik gewoon 1000 powerpunten. En nog 1500 voor plus. Nog een bling. Nog meer uh, van deze punten. Nog een pin. Deze is met een duim. Oh, deze is wel cute op zich. Uh, 1000 coins nog erbij, joh. Ik ben rijk, man. Nog meer bling. Nog meer punten voor Melody. En deze pin. Dat iemand uh, het opgeeft ofzo. En hier krijgen we nog wat gems. Wanneer kunnen we dan Melody eigenlijk krijgen? Ja, hier denk ik. Bij die. Oh, en nee, ik heb nog 200. Bij Tier 26 hebben we Melody. En daar unlocken we een nieuwe Brawler. Is dat een random? Oh ja, unlock any Brawler. Maar hoe krijg ik deze dude? Oh, dan moet ik deze skin halen. Want hoe werkt dit dus? Je krijgt dus deze dude bij de normale Brawl pass. Het spijt me. En je krijgt een titel. Oh, maar met Brawl Pass Plus. Oh, dan krijg je die. Oh, die. Oh, my god, dat is wel ziek. Hier bij Brawl Pass Plus krijg je varianten. Yo, welke vinden jullie het six? De rode? De blauwe of de. Uh, ja, de paarse? Oh, de paarse, die is wat sickst Oh, dit is wel heel erg nice. Dit is echt heel erg nice. Oké, okay. even kijken. Oh, eigenlijk moet ik ook even een potje met e bit spelen. Heb ik XP? Want ik moet deze dingen gaan grinden. A Brawl Pass exclusive, die heb ik toch? Oh, dat is pas over 15 uur. Nou, dit. Oh, ik kan met 30. Nee, ik ben er toch al zo bijna, joh. Ik ben er toch al zo bijna. Ik wou eigenlijk die boss van even proberen. Ik kan toch ook... Je kan toch ook de skin hier proberen, of niet? Certified lifesaver! Certified lifesaver! Oké, okay, deze dude uh, klinkt een beetje goofy. Eh, uh, rode pa... Paars... Oh, ja, ja. Uh, sorry, ik dacht, hè. Waarom zeggen jullie kleuren? Maar <laughs> had ik natuurlijk gevraagd rode. Oh, de meeste mensen vinden rode, uh, rode het best. Ja, paars ook wel veel, hoor. Is dat omdat hij toevallig in Brawl Pass Plus zit? Zou kunnen. Maar dit is dus boss. Deze brawler was er al veel langer. Ik heb geen idee wat hij doet. Oh, hij charge super als hij bij mensen is. En hij charge sneller als hij bij meer mensen is. Oh, hij is heel short range. Wat doet dit dan? Oh, dat is best wel apart. Hoezo schiet hij dan ijs? Ik dacht, hij is een krokodil of zo. Hij schiet iets van modder, weet ik het wat. Waarom maakt hij ook nul geluid? Ligt dat aan mij? Bro, deze dude doet niks. Kijk hoe stil die is. Nou, deze dude is best wel nice. Ik denk alleen dat ik heel slecht in hem ben. Maar um, ja, ik, ik heb wel zin in om deze te unlocken. Daar ga ik er wel mee spelen, maar misschien rage quit ik hem al uh, aardig snel. Maar voor nu, we gaan gewoon weer eventjes een potje spelen. We gaan weer voor vriendschappelijk. Dus iedereen zit klaar. De code komt, um, ja, waar, waar nu settings staat rechtsboven. Daar komt de code. Let heel goed op. Sta al klaar om hem in te voeren. Ik weet niet of jullie me ook bij vriendschappelijk. Maar ja, dat weten jullie beter dan ik. De paarse echt ziek man. Ja, de paarse is sick. Je hebt dat geluid uit. Heb uh, ik feedback? Dat weet ik niet. Het zal wel. Please, ga weg alsjeblieft met dit. Yes, dankjewel. Ik kan nu ook best wel veel brawlers gaan upgraden. Ik ben rijk, man. We kunnen nu ook een skin halen, trouwens. Ja, weet je wat? We gaan eerst weer even spelen. Dan halen we zo meteen eventjes een skin misschien. Als jullie dat heel graag willen. Ik weet niet of jullie het dus ook nog willen of ik een skin ga kopen. En jullie moeten me ook even tips geven uh, voor uh, de, wat ik met mijn muntjes moet doen. Bus, mijn favoriete brawler. Oké, okay, hij is dus wel goed, dan neem ik aan. Het is een skin, klonie. Uh, maar je unlockt unlock je bus niet als je hem. Als je de teer haalt. Of, of krijg je hem dan eerder bij uh, dit? Of niet? Want nu zit Bas. So oh, daar is Edgar. Mm. Ja, Bos is hier helemaal nergens, maar. Oh my god, nee! Bus is helemaal daar. Ja, die ga ik nooit krijgen, joh. Um... Oh, dat is Dutch Monkey zijn. Uh, superchat. Heel erg bedankt, bro. Heel erg bedankt. Um, even kijken, oh ja, ik had natuurlijk gezegd oh, of jullie er klaar voor waren Zijn jullie er klaar voor, want hij komt nu in beeld 5, 4, 3, 2, 1, go Oh, uh, 5, 4, 3, 2, 1, go Hoppa, daar staat hij, daar staat hij, daar staat hij Klik hem, daar, 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 rechtsboven helemaal Als je de skin unlockt, je krijgt buzz niet als je die skin krijgt Ja, maar krijg je hem op die star road? Ja, dan kan je hem op de star, ah, oké, okay, nice Jij ja, is heel goed, ah, mooi zo ja, het is natuurlijk ook wel logisch dat ze een knokker voor een skin. Uh, die, die zo'n nieuwe skin krijgt. Dat ze die eventjes goed maken voor de season. Hoppakee. Er joinen mensen. Oh, dit is geen 5-in-5 mode trouwens. Uh, er zijn nog kansen, er zijn nog kansen. Wacht heel eventjes. Hoppakee. Bam. Oh. Oh, dit zijn ook. Oh, hij zat al helemaal vol. Zitten er nu nieuwe mensen? Die tornado dude, die zit er zo vaak in. Uh, ik blijf wel gewoon gold. Ik kan ook een andere brawler spelen. Ze zijn natuurlijk nu max. Ik ga wel Rico. Rico heb ik nog nooit meegespeeld. Dus dat gaat wat worden. <laughs> dat gaat echt wat worden. Even kijken. Wat heeft deze man allemaal? Hij heeft Rico's bullets from attack. Uh, get supercharged. Oh, dan moet je via bounce gaan. Hij rent sneller bij retreat. Dat lijkt me nice. Uh, faster reload. Elf. Ik doe deze wel, joh. Dan kan ik die spam als Adgirl op mijn hoofd springt. Hoppakee, ik ben ready. Yo, heb ik veel gemist? Uh, we zijn al een uur en een kwartier live, zoiets. Maar we gaan sowieso nog wel eventjes door. Uh, ja, ik denk wanneer de meeste mensen moeten gaan of zo. Dat ik dan ook uh, de stream uh, ga afsluiten. Misschien wel negen uur of zo. Je kan wel een lok als je skin hebt, maar je krijgt hem. Een... Nee, nee, nee. Oké, okay, maar je krijgt hem wel bij de Star Road al gewoon. Daar krijg je hem als optie. Net zoals Melody nu. Hoe kan je de code invullen? Ik weet niet hoe dat zit met vriendschappelijk, maar volgens mij staat een plusje naast je poppetje. Als je daarop klikt, dan staat er uh, Join with Teamcode of Deelnemen met Teamcode. Ik weet niet hoe het in Nederland staat. Dus het plusje links van je poppetje, als je daarop klikt, dan staat daar die code. Voor de volgende keer, we spelen nu gewoon even twee korte potjes. Dus over zeven minuten of zo. Maak je weer kans. Maar um, wij gaan natuurlijk even levelen. Nou, denk ik niet dat dat met vriendschappelijk kan. Ik denk dat je dan geen quest kan doen. Dus dat ga ik wel even lekker of cam doen, of in de video's. Ik weet niet, willen jullie... Uh, wat willen jullie liever? Ik ga even een poll maken. Oh, weet je wat? Ik maak zo even die poll. Moet ik het niet vergeten. Maar willen jullie liever video's of streams willen zien? Ik maak zo even een poll, dus uh, je hoeft dat nog niet te beantwoorden. Ik heb 51 knokkers. Damn. Oh, mensen spelen nu ook ineens met Buzz. Volgens mij spelen we niet tegen Edgar. Dat is altijd heel fijn. Zo, dit is weird, man. Hoe zijn uh, dingetje veranderd voor dat stuiteren? Hoppakee. Oké, okay. hey, we hebben niet echt map control. Ik moet dat stuiteren gebruiken. Hoppa, kill hem. Nice, nice, nice. Dat is nice. Sorry als ik een beetje stil ben trouwens. Ik ben echt optimaal aan het zweten hier. Er wordt hard gezweet hier hè, in de vriendschappelijke battles. Hier is niks vriendschappelijk aan. Oh. Oké, okay, nu word ik gekillt. Oh, je kan geen gadget gebruiken als die zo naar je toe gaat. Ah, duidelijk. Oké, okay, maar jullie zijn, uh, uh, zijn ze wel aan het killen voor mij. We hebben ook vier gems. Ik weet niet waar degene is met vier gems. Oh, kijk, Leon. Lekker, bro. Dankjewel voor de carry. Ik weet ook niet echt wat zijn ult doet. Ik weet ook niet echt wanneer ik die moet gebruiken. Okay, we moeten Leon heel goed beschermen. Hier, help. Yes. Kill him. Kill him. Yes. Oh, oh. Nee, maakt niet uit. Oh ja. Oh, volgens mij heb je hem. Jullie doen dit zo goed, man. Ja, en jullie kunnen ook zo overal heen springen. Ik voel me zo slow mijn slak. Jullie hebben ook die lijpe supers, man Die cirkel onder jullie, die is echt insane Oh, ik deed me super Nee, ik deed me super Die heb ik nu geweest En zij hebben nu gems, ik had die... oh nee, nee In Mijn super werkt nog Yes, oké, okay, ik heb deze Oh, dat zijn de gems, ik heb de gems, ik heb de gems Oké, okay, we moeten de andere killen, wat? Die doet super superveel gems, dat kan ik helemaal niet door Ja, sorry, er gebeurt zoveel op beeld, ik heb geen idee wat ik allemaal aan het doen ben Yes. Oh, hier die bouncy balls. Die deden hem. Die deden hem. Oké, okay, nu moeten we safe spelen. Help, help. Er gaat een duty achter me aan. Ah, oh, nee. Wat? Hoe is hij doodgegaan? Oh, de countdown is gestopt. Nee, ze hebben meer gems. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Yes, oh my god, ik moet healen. Nee, ze hebben de countdown. Stop de countdown. Uh, ik blijf wel een beetje achter. Ik heb heel weinig HP. Yes, we hebben hem. Stop de countdown, stop de countdown. Prep. Oh my god, zijn we nu ook die gems. Oh, Oké, okay, maar we, we hadden toch al verloren. We hadden toch al verloren. Ik dacht, ik kan die nog wel killen. Want de spanstars wel iemand. Ja, dat was een leuk potje. Dat was een leuk potje. Ik vind het spel zo goddelijk. Ja, ik ben blij dat jullie het zo leuk vinden. Ik ben nog wel een soort van redelijk nieuw in de wereld van Brawl Stars. Ondanks dat ik het echt al zeven jaar heb. Maar er zijn zoveel nieuwe Brawlers toegevoegd. Het is echt lijp. Het is echt lijp. Ik moet gaan, doei. doei doei. Voor als je nu moet gaan. Een fijne avond nog. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Heb je de Brawl Pass? Yup ik heb de Brawl Pass. Kijk eens eventjes aan. We hebben net alle rewards geclaimd. Je kan even terugspoelen of nadat het stream voorbij is... Uh, eventjes terugkijken. Ik heb alle knokkers met 28.000 trofeeën. Alles free-to-play. Ja, nu ben ik geen free-to-play speler meer. Dat vind ik jammer. Ik ben altijd wel voor free-to-play. Maar ja, maakt niet uit. Ik idee als je twee potjes hebt gedaan. Ja, dat is ook wel heel tijd wat te doen. We spelen twee potjes en dan uh, lief. Ik vind deze map ook trouwens best wel leuk. Rico uh, ben ik misschien iets minder van. Maar ik, uh, ja, ik, ik moet natuurlijk ook een beetje al die brawlers leren. Want voor nu spam ik gewoon een beetje. Maar ik vind het leuk, joh. Doei, kippie, kipnugget. Doei, doei. Klonie, gefeliciteerd met je rijbewijs. Yo, dankjewel. Dankjewel. Ik heb nu eigenlijk ook lang niet meer gereden. Oh nee, ik heb vorige week nog gereden. Ik voor het eerst in het centrum van Rotterdam gereden. Dat was wel leuk. Het was minder lastig dan verwacht. Yo, weer Brawl Stars, lekker man. Oh, jij bent zo OG die de Brawl Stars. Uh, de eerste Brawl Stars-views op mijn kanaal. heeft uh, uh, gekeken. Nice. Daar gaan we weer. We spelen niet tegen Edgar. Oh, we spelen wel tegen Edgar, dat is een skin. Ah, die sneaky bro. Die sneaky bro activeert zijn skin zodat ik het niet horen heb. Nee, uh, ik, ik zie wel wanneer er een Edgar is hoor. Ik zie wel wanneer er een Edgar is. Oh, die boss. Die boss gaat eraan! Oh, ik hit hem. Yes, lekker, 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 lekker. Oh. Oké, okay, Edgar. Ja, daar gaat Edgar. Ik heb dus nu ook uh, die, die gadget, hè? Om die Edgar tegen te gaan. Ik doe er alles aan om Edgar tegen te gaan. <laughs> oh my god. Zeg mijn grootste vijand ooit. Ze kunnen niks doen. We zijn zo gebundeld hier. Oh, <laughs> dat was close. Oh, ik vind het zo leuk hoe jullie mij protecten van Edgar, man. Omdat ik niet weet wat ik moet doen, moeten jullie mij beschermen. Maar de vorige keer verloren we natuurlijk. Ik weet niet uh, aan wat dat lag. Oh, daar is Edgar weer. Hoppa, met die bouncyballetjes. Damn, die zijn trouwens wel goed. Die moet ik iets meer activeren. Ik gebruik like sowieso echt veel te weinig die gadgets. Oh, hij is ook Rico, volgens mij. Rico is super irritant om tegen te spelen, vind ik ook. Iedereen is irritant om tegen te spelen als ze goed zijn. Oh! Nice. Ik maak niet heel veel kills, maar. Oké, okay, dit was een beetje super waste. Oh, ik uh, moet wel iets beter worden inrichten. Oh, die gadget. Die gadget voor de win. En jullie hulp. Ik heb nul gems. Oh, daar is Edgar. 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 Yes. Oké. Okay. <laughs> oh, jullie hebben hem niet. Wow. Ze poppen al die supers man. Ze poppen al die supers. Oh, ze zijn low. Wow, ik weet niet eens wat dat doet. Wat? Hij heeft mij gekild met echt 1 HP. Ik weet echt niet wat al die knokkers doen, man. En die doet het volgens mij ook niet dood. Hij heeft mij gekild toen hij echt 1 HP was. Het was insane dat hij dat kan. Yes, pak die knokker. Goed zo, goed zo. Oké, okay, ga terug, ga terug. Ik protect je wel met al mijn skills. <laughs> Oké. Okay. Yes, goed zo, goed zo. Oké, okay, we moeten niet te ver gaan, hè? Niet te ver. Dat was ook hun fout. Oké, okay, ik ga wel dood. Protect mij niet, protect mij niet. Oh, nee, 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 nee. We verliezen de gems. Nee. Oh, zij zijn ze ook aan het winnen. Ah, te... oh, dat is jammer. Dat is jammer. Niet veel aan te doen. Was wel een leuk potje. Hij gaat de code geven. Ja, ik ga hierna de code geven. Dus uh, ik leave weer. Ik ga ook eventjes uitleggen hoe het werkt. Als het goed is, moet je dus uh, hier op een plusje drukken. Links van, um, van mijn poppetje. Dan staat hier Join with code. In het Nederlands is het ietsje anders. Uh, maar als je daarop klikt. Dan kan je daar de code invullen. En zo werkt het dus. Dus zijn jullie er klaar voor? Ik hoop het. Ik hoop het. Je moet even drinken. Nee, nee, nee. Het gaat voor nu nog goed. En ik kan niet weggaan. Dat kan echt niet. Even kijken, we doen weer uh, vriendschappelijk. En go! De code staat in beeld. Let's go! Hij staat daar rechtsboven. Kom op, kom op, kom op. Oh, trouwens, hij moet 5 in 5. Uh, ben je net al geweest? Join dan trouwens niet. Gun alsjeblieft andere mensen een kans. Als er te veel uh, mensen in zitten die net al waren, dan uh, start ik weer een nieuwe. Dus join alsjeblieft niet. Als je al bent geweest. Koop een trui voor een Real Clony fan te zijn. Nou, je, hoeft, uh, je bent niet alleen een Real Clony fan als je een trui koopt. Maar het is natuurlijk wel super awesome. Ga even naar de link in de beschrijving of naar clonier.nl. Als jij ze sappen hoe die wil. Uh, deze glissoulies zijn misschien nog op voorraad. Dat, dat weet ik niet. Maar ze zijn heel erg sick. Ze uh, zitten ook heel erg lekker. Dus uh, ga verdrinken inderdaad. Nee joh, we gaan lekker door. Even kijken. We zitten er weer in. Dit zijn wel nieuwe mensen volgens mij. Volgens mij wel. Het zijn ook weer hele goede mensen. Dus ik ga ready. Yo, jullie weten nu mijn tactiek. Hmm, verdorie. <laughs> dan ben je al 18. Nee, ik ben 17. Ja, dat is waarschijnlijk omdat ik zei dat ik mijn rijbewijs had. Nee, je kan zeg maar zo. Ja, of dat was gewoon omdat je nieuwsgierig was. Maar nee, ik ben 17. Alleen je kan je rijbewijs dan eerder halen. Maar dan moet er iemand naast zitten een volwassen persoon. Het was binnen een seconde voor, ja. Het gaat heel snel, inderdaad. Het is een beetje hetzelfde als bij de Roblox-streams. Ik weet niet of je ook wel eens de Roblox-streams hebt gezien. Het is altijd heel lastig. Ik kan niet laden vanwege wifi. Sorry, dat is inderdaad echt niet fijn. Maar ik kan daar eigenlijk niks aan doen. Die boss heeft al meegedaan. Ja... Nogmaals, heb je dus al meegedaan? Join dan alsjeblieft niet. Als het goed is kan ik niemand kicken. Oh jawel. Ja. Dan moet ik eigenlijk screenshots maken, want ik weet dus niet zeker. Ik ga niet mensen kicken waarvan ik het niet zeker weet. Mm. Ik ga even heel snel kijken hoor. Dan ga ik misschien even mensen kicken. Dus hou de code er nog eventjes in. Ik weet niet of er een wachtrij is of zo. Um... Want, oh, sorry. Het moet even inladen. Ik ga even kijken wie er net al in zat. Want ik kan dus mensen kicken. Niks persoonlijks trouwens. Het spijt me. Maar uh, ik doe dat eventjes. Uh, zodat er ook daadwerkelijk nieuwe mensen komen. Sorry. ik moet even inladen. Ik ben nu aan het streamen. En ik ben de hele stream aan het inladen. Dus. Uh, het spijt me. Jullie moeten heel eventjes wachten. Ja, mijn stream lijkt echt dik hard. Oh my god. Laat me. Oh, het gaat echt als. Het gaat zo slow. Even kijken, wij hebben. Uh, dit was net. Nee, deze mensen zijn allemaal nieuw. Ja, misschien zaten ze. Um, weet ik van het begin van de stream erin? Maar dat, ik ga niet zo ver terugkijken. Ik kijk gewoon even bij het vorige. Eh, uh, nee, dit zijn allemaal nieuwe mensen als het goed is. Eh, uh, trouwens, ik ben ook ready. We moeten eventjes wachten. Dit zijn allemaal nieuwe mensen. Eh, uh, trouwens, ehm... Um... Ik wilde jullie dus nog eventjes een vraag stellen. Willen jullie liever Brawl Stars streams of video's? Kijk, ik kan natuurlijk ook allebei. Eh, uh, wacht, dat voeg ik ook wel eventjes als optie toe. Eh, uh, beide. Oké. Het is dus even een hele, hele skere pool. Maar uh, dan kunnen jullie dat eventjes beantwoorden. Ik was namelijk benieuwd. Willen jullie liever video's of streams of allebei van Brawl Stars? Let's go. Want misschien vinden jullie dit streamformat veel leuker dan video's. En ik weet ook niet echt, hoe werken Brawl Stars video's? Moet ik dan nou alleen maar openings doen? Of moet ik gewoon een beetje plezier maken in game? Zo, iedereen kom wel even deze kant op hoor. Ja, ik snijp jullie goed, ik snijp jullie goed. We worden wel een beetje in onze span gedreven. Maar we moeten samen spelen. Iedereen heal. En dan gaan we erin. Sorry, ik kan echt niemand hitten. Ik ben niet zo goed. Rico heeft al insane in range, man. Oh, daar is Edgar. Nee. Oh my god. Dat is Edgar, of niet? Oh, dat is niet eens Edgar. Oh, dat is Kit, volgens mij. Vraag me niet waarom ik weet hoe hij heet. Wordt een beetje in onze spaal gestopt. Zo, jullie hebben ook nog eens tijd om emotes te doen, man. Hoppa, daar ga je met mijn bouncy. Bouncy balls. Oh, jij hield ook mee, super of zo. Ja, maar jullie hebben ook al. Oh, daar. Wat is de. Ik zit in een bal. Oh, dat is een Ult, volgens mij. Ah. The we roken solo Ult hier. Even kijken. Oh, kijk, nu hebben we wel Gems. Oh ja, we hebben superveel Gems. We hebben superveel gems, echt. Nice. Oh, die heb ik gewoon. Oké, okay, we moeten ook weer niet te ver teruggaan. Ik ga wel als kanonvoer. Ja, hier. Hier. Er worden volgens mij twee supers op mij gebruikt. Lekker. Kanonvoer, kanonvoer. Yes. Oh, maar we... Oh, we zitten niet meer in de countdown. Ik ga gewoon echt als kanonvoer erin springen hier. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Oh, trouwens. Zij hebben nu ineens alle gems. Wie is dat gegaan? Oh, ik heb nu ook gems. We kunnen proberen om uh, dezelfde gems te pakken. Dan stopt de countdown straks. Hier, pak die gems. Oh, zij hebben countdown. We hebben gems nodig. We hebben gems nodig. Oh ja. Oh, wat gebeurde er? Oh, ik weet niet. Ja, we hebben gems. We hebben gems. Countdown. Yes, de countdown begint. Niet te ver, niet te ver, niet te ver gaan. Nee. Niet doodgaan. Oké, okay. oh, zij hebben nu countdown. Sorry, ik volg er helemaal niks van. Nee, ik wilde net mijn super doen. Nee. Oh, mijn AP gaat echt van 100 naar 0. Gewoon echt in één tel, voor mijn gevoel. Ah, dat was hem. Oké, okay, maakt niet uit, maakt niet uit. Dat was ook wel weer een close game. Ze zijn elke keer wel close. Ik heb gewoon drie uitschakelingen. Dat had ik niet verwacht. Ik ga alleen maar een beetje vaak dood. Maar dat komt dat ik gesolo-ult word door Edgar... Of vind ik het wat? Ik weet niet wie het is. Ik weet echt niet wie het is. Uh, ik ga wel even ready. Ik ga even uh, heel kort drinken. Ik ben over 10 seconden terug, oké. Okay? En dan kijk ik heel even naar de pol. Ja, het was wel iets langer dan 10 seconden. Het spijt me. Het spijt me. Weet je wat? We, we doen hier nog even één potje. En dan doen we nog eventjes. Uh, ja, nog even een paar keer met kijkers. Of misschien ga ik dan heel even solo. En dan ga ik weer de stream afsluiten, denk ik. Even kijken. Uh, ja, ik weet niet. Moeten jullie zo gaan? Ik, uh, oh, wat? Oh, jullie zijn nu allemaal aan het tellen. <laughs> oh my god. Uh, iedereen ready, eventjes? Oh, iedereen is aan het zwetten met brawlers kiezen. En ik ga gewoon Rico elke keer. Verdorie, verdorie. Smash trouwens nog eventjes allemaal op die likes. Zouden we nog die 1500 likes kunnen halen? Ik merk dat de likes niet slomen gaan. Maar dat is ook um, op zich wel een goed teken. Want dat betekent dat jullie gewoon allemaal geliked hebben als het goed is. Dat waardeer ik heel erg. Dat is eigenlijk een soort van het minste wat je kan doen. Support heel erg. Um, ja, mij. Dan kom ik beter in het algoritme te staan en zo. Dat waardeer ik heel erg. Heel erg bedankt. Oké, oh, daar gaan we weer hoor. Daar gaan we weer. Even kijken, tegen wie moeten we. Tegen Kit. Geen Edgar. Geen Edgar. Insane. Feels good. Feels good. Ik sloot wel even dit ding in. Oh, wat? Nu al dood. Oh, we hebben een Mortis player. Ik vind het wel lastig man, Rico. Hij is toch iets anders dan kool. Zo, daar raakt echt één particle mij. En ik ben al bijna dood. Wow, er raakt één ding mij. En ik ga van bijna vol naar nul. En die kit... Wat? Die, die kit zag ik niet op mijn beeld. Is dat een ability van hem, dat hij onzichtbaar kan zijn? Zo. Ik snap toch niks van deze brawlers, joh. Yes, 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 yes. We hebben gems, we hebben gems. Oké, okay, blijf terug, blijf terug. Je moet healen, je moet healen. Goed zo Oh my god, oh jij bent er ook nog Wow, we hebben veel gems Ik, ik ga als kanonvoer, oké okay? Laat mij maar als kanonvoer gaan Ja, 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 hier, kanonvoer Yes, oké, okay, ze hebben mij, ze hebben mij Oké, okay, ze zijn, nee, oh, hij springt erin Oh, maar hij heeft ook geen gems Oh, hij heeft een kill, hij heeft een kill, hij heeft een kill Hij heeft twee kills, ja, maar dat is de power of Edgar Hij heeft drie kills, wat? Ja, maar dat is de power of Edgar, man Oké, okay, we hebben een countdown, ik ga als kanonvoer Oh, ja, die super, die schakelt mij in één keer uit ik weet niet waarom ik daarmee super deed. Oké, okay, blijf terug. Blijf terug. Deze winnen we. Ik schiet de bouncy balls naar buiten. Oh, ja. Oké, okay, ik ben dood. Oh, wat had ik gems? Oh, volgens mij had ik gems. Yes, ik heb spike. Oké, okay, niet doodgaan. Niet doodgaan. Kill die kit. Kill die kat. Nee. Yes. Oh my god, ik heb hem. Ik spam letterlijk gewoon. Ja. Ja. We did it! Let's go! Oh, maar kijk, dat is wel eerlijk. Zeg maar, heeft het andere team eentje gewonnen en de ander? Het is ook wel weird. Dit is gewoon een potje vol met fans. En ik ben helemaal aan het juichen als de anderen verliezen. Maar dit, dit was eerlijk. Het is leuk als je dan de ene wint en de ander verliest. Dit was leuk. Die vorige was ook leuk. Maar ik vergeet dat duimpje te doen. Die doe je echt alleen maar wanneer je wint. Um, sorry, dan ga ik er weer heel eventjes uit. En dan gaan we er uh, nog eventjes eentje doen, misschien. Ik weet het niet. Ik weet het niet zeker. Even kijken. Hier is ook de pol. Nice, het is bijna helemaal 50-50. Maar streams is dus wel het minste. Het is het meeste beide, maar daarna video's. Dus uh, ik wil wel ook Brawl Stars video's gaan maken. Ik weet niet of ik echt helemaal een Brawl Stars kanaal word. Tenzij jullie dat willen natuurlijk. Mm. Oh, daar komen weer alle dingen. Uhm... Ja, we gaan er weer even uh, een nieuwe starten. Voor als je niet weet hoe je mij moet joinen. Druk op het plusje links van je poppetje. Uh, ja, dus bij mij zit hij daar links. Wow. Uh, daar links van het poppetje. En dan druk je op Oh, er is een code. Ah, dat is niet de bedoeling. Nee, join die niet. Oh, sorry. Oh nee. Oh nee. Zijn er allemaal mensen gejoind? Het spijt me. Um, staat daar join with code? Of in Nederlands staat er iets anders. En dan kan je hier dus de code invullen. Ga op dat scherm staan, want ik ga hem nu laten zien. Drie. Twee, één. Hij komt, uh, hij komt rechtsboven trouwens. Drie, twee, één. Boom. Hij staat daar rechtsboven. Rechtsboven in het klein. Uh, bij de leave-knop, bij de friends-knop. Daar staat hij. Join. Ik zet hem even snel op 5 en 5. We kunnen een andere map proberen, maar dan ben ik weer bang. Oh. Oh. Wow. 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 Wat gebeurt er? Wow. Wow. Wat gebeurt er? Waarom. Wat? Laat me de game spelen. Oké, okay, dat was heel weird. Even kijken. Uh, wie is hiervan al geweest? Want dan ga ik heel eventjes uh, andere mensen kiezen. Oké, um, Ik zie. Bolle's, Mick, die was er net al. Het spijt me, bro. Oké, nu zit Luke erin. Stefbo zat er net ook in. Het spijt me, neem het niet persoonlijk. Uh, sorry. Maar ik wil ook eventjes andere mensen een kans geven. Mm. Ja, volgens mij is het zo. Hoe krijgen jullie ook die epic kleurtjes? Oh, dat heb ik ook trouwens. Still friends. Wow. Oh, dat is Brawl Pass Plus waarschijnlijk. Oké. Okay. Maar kan ik ook een ziek plaatje? Even kijken. Wow. Um, Battlecard. Wat zit hier neer? Oh, first anniversary is het toch? Damn. Twee keer first. <laughs> ik doe maar wat, joh. Default pin. Oké, okay, nu heb ik die coole. Ik ben heel boos altijd. Zo. So. Dat is hem. Oké, ik ben ready. We gaan weer eventjes erin duiken. Ik zet weer eventjes. Ik zet weer eventjes de chat in mijn beeld. Hoppakee. oké. Wat gebeurde daar? Waar? Wat? Maar weet je het over. De code zit in beeld. Oh, dat toen in beeld. Ja, bro. Ik shared een code of zo. Hoezo joint iedereen nou, zo snel? Ja, mensen zijn heel snel. Oh, maar Vilo zegt weer niet. Sorry, bro, het spijt me echt. Maar dit is niet de laatste Brawl Star Stream. Dus, um, ja, er, er komen nog wel uh, andere momenten. Het is ook wel lastig. Hè? Er kijken 400 mensen. Hier kunnen maar 10 mensen in. Het is heel lastig. En voor mijn gevoel, maar dat is misschien omdat ik met high level mensen speel. Maar het is zo lastig om een brawler te spelen die niet. Uh, die short range is. Maar die dus ook. Kijk, Edgar of zo, die kan springen. Maar een bro Oh, crap. We spelen tegen Edgar. Nee! Maar een Edgar... Of een, een poppetje die niet kan springen, maar die short range is lijkt me zo lastig. Of een Rosa op deze map. Zo, zo heet ze toch? Lijkt me onmogelijk. Ja, misschien is die ook gewoon niet goed op deze map zou kunnen. Oh, we moeten de mensen helpen die ges geslagen worden door Edgar. Yes! Fuck Edgar! Yes, we hebben Edgar! Dat is altijd gewoon een overwinning. <laughs> Niks tegen Edgar-spelers. Ik ga zelf ook met Edgar spelen als ik hem heb. Hij lijkt me geweldig. Wat doet die bal? Okay, die spike pakt ons echt hard. Of wat het ook is. Ik weet niet helemaal wat daar gebeurde. Ik zit constant in een soort spike pit of zo. Dus dat neem ik aan van meneer Spike. Nice, ik raak niks. Jullie vinden die clown allemaal wel leuk, hè? Jullie zijn toxic mannetjes. Oké, okay, nu moeten we erin. Mijn super doet ook echt nul damage. En hij is ook gesupercharged. Wat is het voor Overwatch knokkel? De Anna-ultman. <laughs> is er een poppetje die dat kan? Dat lijkt me heel leuk om andere mensen te supercharge, hè? Hoe krijg je die supercharged Edgar? Want ik vind altijd supportpoppetjes heel erg leuk. Dat was iets minder eerlijk, maar uh, het, het was wel leuk. Het was wel leuk. Poco kan ik misschien ook even uh, spelen. Moord is ga ik niet wagen. 8-bit lijkt me ook wel leuk. Die kan ik nu wel goed testen omdat ik toch max power level heb. Oh hier, je kan teleporten. Oké, okay, ik ben ready. Ik ga met 8-bit spelen. Ik weet niet hoe 8-bit werkt, maar dat gaan we zo meteen lekker zien. Ik vind het gewoon leuk om mensen te supporten. En dan kunnen, hebben zij er ook nog wat aan. Want voor nu ben ik echt kanonvoer. Oh, onder de drie streepjes kan je in de battle loggen. Oh ja, dat is een goeie. Maar werkt dat ook met vriendschappelijk? Dat weet ik niet. Ah, vast wel. Uh, dat is een goeie. Dank je wel, dank je wel. Wat een nieuwe mensen. Uh, oh, is dit al het tweede potje? Oh, dat zou kunnen. Sorry. Oké, okay, nou dan krijgen deze mensen een extra potje. Maar dit is toch eigenlijk, eigenlijk Rico, maar dan zonder de bounce. Ja, dan doet hij waarschijnlijk iets uh, minder damage. Want Rico... Oh nee, Rico doet dan misschien minder. Zo, so, 8-bit doet veel damage. Oké, okay, ja, ik was alleen even niet aan het opletten. We werden omsingeld. In Nederland zit er veel bij elkaar. Ik weet ik heb geen idee. Die EPT heeft ook wel die coole uh, arcade geluid. Hoppa, daar gaat Edgar. Ik heb ook zoveel AP man. Drapt. Iedereen ging achter cover toen ik dat ding had geplaatst. Dit is een big brain. Ja, maar jullie hebben het zoveel. Ik word gemeld. Misschien moeten we meer splitsen. We moeten ook in de flank gaan. Nou kan ik niet in mijn eentje spelen. Wat? Hier, want ik ga tegen één iemand. Ik ga tegen één spiker. Mijn AP gaat van 10.000 ineens naar nul. Nou raakte ik ook niks. Wat is ook die streep? Ik weet niet wat dit allemaal doet. Oh my god. Er gebeuren zoveel dingen. Er staan echt tien dingen op het veld. Ik snap helemaal niks, wat, helemaal niks van wat het allemaal doet. Oh my god, dit was een beetje oneerlijk. Ja, de vorige match was ook wel oneerlijk. Trouwens, dit is pas de tweede. Dus uh, weet je wat, we doen er nog eentje. Dan lief ik deze weer eventjes. Uh, ja, jullie weten intussen hoe het werkt. Iedereen zit klaar. De code komt in beeld. Druk op het plusje. Druk op join with code. En voer de code in. Daar gaan we. Drie. Twee. 1. Hij staat rechtsboven. Hij staat rechtsboven. Hij staat rechtsboven. Join hem. Daar staat hij rechtsboven. Even kijken, er zitten maar twee mensen in. Hoe kunnen er maar twee mensen in zitten? <laughs> wat? Het gaat de hele tijd snel. en nu zit er... Oh ja, kijk, daar komen... Oh, allemaal... Oh, zoveel edgers. Oh nee. Jullie kunnen ook zien wat mijn team gaat pakken natuurlijk. En dan kunnen de anderen counterpicken. Hmm. Hoe heet je clonie in Brawl Stars? Bedoel je dat die naam al bezet is? Uh, dat komt omdat ik al sinds uh, 2017 speel. Ja. Met OG. Snel joinen, jongens, snel. Ja. Daar is iedereen. Even kijken. Volgens mij. Oh, al deze mensen. Die waren er al wel. Coronavirus was er. Arthur was er volgens mij ook. Maar dat weet ik niet helemaal zeker eigenlijk. Oh ja, Arthur was er. Sorry, Arthur. Het spijt me. Voor de rest waren al deze mensen volgens mij niet. Oh, OMC zou kunnen. Oké. Okay. Ja dat kan. Ja dat kan. Volgens mij zijn het nu allemaal nieuwe mensen. Oké. Okay. Mooi zo. Uh, dan ga ik weer eventjes ready. Hoppa, Oké. Okay. Wetteloos zijn handig. Voor dit zijn ze heel handig inderdaad. Gravy volgens mij wel. Oh, echt? Zoemen naar HDMI, stream dingen, echt koken heet. Dat is ook iemand met een Chinese naam. Is dat zeg maar die tactiek dat je een Chinese naam doet zodat iedereen denkt dat je heel goed bent? Of is het een Easter egg of zo? Ik weet het niet. Oh, zat Gravy er al in? Uh, Oeps. Nou, hij zit er nu weer in. Let's go. Zo so cheesy, maar het is wel leuk. Shark. Baby shark. Hoe kreeg je die eigenlijk? Moest je daarvoor geld uitgeven? Oh, dat had ik Edgar wel lijp, man. Ja, maar mijn visie gaat alleen maar op Edgar. Oh, nog een Edgar! Nee! Ik had niet moeten zeggen dat ik Edgar zo haatte, man. Maar volgens mij hebben we ook echt drie Edgars op ons team. Dat vind ik echt geniaal. Die gaat ook Spike. Weet je wat? Ik ga voor de lijpe-tactiek. Ik zet dit ding achter cover. Edgar! Nee! Man, gebruik zijn hele super. Gebruik de damage boost. Ik gun jullie dit. Oh, die had ik nice. Oké, okay, niemand heeft echt de damage boost gebruikt. Jullie hebben ook al die hypercharged uh, uh, kringen om jullie heen, man. Die spiky kringen. Dat heeft mijn poppetje helemaal niet. <laughs> die Edgars die springen echt één voor één op mijn kop. <laughs> ik zie ze gewoon elke keer weer komen. Dan hebben ze niet een heel team vol met Edgars? Uh. Ja, goed, zo pak die gem. Wow, we doen het echt goed met gems. Oh trouwens, je hebt niks aan deze boost. heb ik nu pas door. Nou, ik nu wel voor deze Edgar. <laughs> maar die range gaat helemaal niet zo ver. Ga ik hem heel strategisch op de plaatsen. en dan heb je er geen reet aan. Oh, Edgar gaat weer op mijn kop springen. Pak hem! Pak die Edgar! Pak die Edgar! Ja! We gaan winnen! Damage boost! Yay! We did it! Oh. Een victory is uh, echt zelden, maar het is dan wel leuk als het gebeurt. Ik had ook gewoon twee kills. Damn! Damn! Insane! Insane! Trouwens, ik heb nu ook allemaal free dingen in de shop, of niet? Oh, één free ding. Vijf, 15 minuutjes. Ja. Dankjewel. Dankjewel. We kunnen ook nog een cosmetic halen. Maar ik speel al deze poppetjes niet echt. Oh, dit zijn wel leuke skins. die Nita is echt leuk. niet echt leuk. Weet je wat? Ik wacht nog wel eventjes met mijn bling. Sorry. Ik wacht nog wel heel eventjes met mijn bling uitgeven. Ik ga dit ook nog wel vaker spelen. Dus uh, in een andere stream of video. Oh, iedereen is, de, is, is die oh, emoji aan het spammen. Nou, uh, we doen nog eventjes één potje met deze. En uh, wie weet, sluit ik dan de stream af? Dat weet ik niet helemaal zeker. Of misschien gaan we door. Ik uh, moet gaan eten. Dag. Doei doei, Merfilo. Fijne avond nog. En eet smakelijk. Tot de volgende keer. Er komt nog wel een kans. En misschien uh, zien we elkaar ook nog wel in Roblox. Uh, maar ik hoop alsnog dat je het een leuke stream vond. Ondanks dat je er niet in zat. Het spijt me, mo. Vind je content geweldig? Kijk je al zes... Ja, ik wil je uh, graag ooit ontmoeten. Zes jaar, dat is lang, man. Dat is lang. En dank je wel voor het compliment. En uh, wie weet zien we elkaar nog wel in, uh, in deze Brawl Stars stream. Nou weet ik nog niet of ik het doorga, maar dan in een andere Brawl Stars stream. Of een Roblox stream natuurlijk. Kan ook. En ja, in het echt ontmoeten... Tegenwoordig zijn er wat minder meet and greet. Vroeger was dat heel erg in, maar er zijn nu niet meer echt van die Dutch YouTube gatherings of zo. Dat is jammer. Ik vind even nice man. Ik vind het leuk om die support te bieden. En de range is echt geweldig. En de damage ook. En de HP ook. Oh, dat is Dynamite. Ja, door die skins zie ik dat amper man. Hoezo heeft iedereen die schatkist Dynamite? Is dat omdat je die Megabom dus amper door hebt? Hij heeft twee keer de Megabom. Ik snap Dynamite niet man. Die bom die activeert. Instant. En hij heeft hem twee keer. Dat is bizar. Oh, hier. Dat was een nice duo. Oh, wat. We hebben allemaal één bit. <laughs> wat? Waarom zijn we ook maar met z'n drieën? Oh, iedereen leeft nog. Daarom. Oh, die Edgers 1. Die Edgers 1. We worden gestunlocked. Deze mensen doen ook lijpe combos, man. We worden gestunlocked En dan gooien ze die dynamite. Eh yo, ik word een dynamite, man. Die Edgar's low, die Edgar's low, die Crow. -o. Yes, goed zo. Let's go team. Hier, de gruwelijkste drie double damage boost. Oh, kijk die damage boost van die Edgar wordt gemeld. Jullie kunnen niks meer doen. Oh, die damage boost is key man. Ik heb dit ook op lockdown. Oh. Maar hey, die dynamite combo was lijp. Die was echt lijp. We hadden drie 8-bits. Uh, <laughs> Dat is echt grappig. En ook weer. Hadden we ook twee Edgers? <laughs> oh, dit is zo. Oh my god. <laughs> oh nee. Oh nee, oh nee. Um, ja, hebben we zin in nog wat potjes? Of uh, denken jullie het is mooi geweest? Wat is je favoriete knokker? Ja, ik heb nu 8-bit voor twee bordjes geprobeerd. Ik vind 8-bit wel leuk. En ik heb dus nul trofeeën met 8-bit. Maar ik vind hem wel leuk. Ga je morgen weer streamen? Ehm... Uh, misschien. Dat weet ik nog niet. Russell is echt leuk. Zeker. Het is in ieder geval veel leuker dan vroeger vind ik. Er zijn zoveel meer game modes, Ondanks dat we nu alleen maar jam grab doen. Maar dat maakt het wel een stuk leuker. Want eerst had je alleen maar jam grab En dan kwam op een gegeven moment showdown. Maar... Ja... Oké, okay, jullie willen meer, jullie willen meer. Dan gaan we ervoor. We gaan nog heel even door, maar het begint ook wel later te worden. Ik denk dat we tot negen uur eventjes doorgaan. Um, ik start weer heel even een nieuwe. Druk op het plusje, druk op join with code. En daar kan je de code invullen. En dan start ik weer heel even een friendly battle. Hij komt rechtsboven in beeld. In 3, 2, 1, boom. There you go. Oh, hij is nu weer even uit beeld. Hij is in beeld, hij is in beeld, hij is in beeld. Moet je heel even die jam gebeuren doen. Sharkbite stream. Dan ga ik weer even als een haai op je af. Oh, nee. Oh, nee. Namontje. Weet je wat? We doen wel eventjes net voor 9 uur. Dit is denk ik de laatste lobby die ik ga doen. En daarna um, doen we eventjes een namontje. En daarna ga ik hem misschien afsluiten. Weet ik niet. Misschien als we die 1500 likes nog zouden kunnen halen, zou ik door kunnen gaan. Maar ik weet het niet. Het begint ook wel laat te worden. Mensen moeten op een gegeven moment ook wel gaan. Meer potjes. Ik heb hier twee minuten voor gedoucht. Oh, is goed. Oh, iemand heeft ook melody. En weer een Edgar. Ik wil eigenlijk Dynamite proberen. Misschien moet ik gewoon A-bit laten, want ik weet nu al dat Dynamite geen succes gaat worden. Fidget spinner. Dip, sip, 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 sip. Dina Jump Star Power Maar Star Power activeert hij gewoon automatisch Dat weet ik eigenlijk niet Oh je extra damage sowieso die Oh my god die superbom is insane Oké okay, ik denk dat Dynamite wel goed gaat worden hoor Bro, ik zag die code. Ik typte hem in twee seconden en hij was al voor. Ja, bro, sorry. Het is insane. Het is echt insane. Trouwens, we kijken even Battlelog. Gravy Games. Sorry, jij bent net al geweest. Volgens mij zijn het allemaal wel nieuwe mensen. Okie dokie. Volgens mij zijn deze wel allemaal nieuw. Ja, misschien zijn ze aan het begin van de stream erin geweest. Maar oh die newbie, die is al geweest. Sorry, sorry newbie. Oh just the guy ook. Sorry. Dit zijn volgens mij wel allemaal nieuw mensen. Ja. Dan hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Met mij gaat het goed. Oké, okay. oké, okay, dan gaan we eventjes ready. En gaan we eventjes. Uh, is Pro Gamer al geweest? Oh god, oh god. Uh, ja, maar die is al echt aan het begin. Jullie onthouden de namen wel... Oh, Free to Play, meneer was er ook al. Oh, en Teun is gek ook. Free to play, teun is gek. Free to play, teun is gek. Sorry bro. Sorry bro. Het spijt me allemaal heel erg. Pro gamer, was die al geweest? Kai. Kai. Oh, is Kai ook al geweest? Kai is niet. Nu... <laughs> Jeetje Mina. Of dit is een frame. Kai is uh, misschien nu wel voor het eerst. Was pro-gamer... Pro pro-gamer, die was er toch niet. Ik kijk in de Battlelog en ik zie geen pro-gamer staan, hoor. Mmm... Nou, weet je wat, we gaan gewoon lekker spelen, joh. Hoppakee. Dit is eventjes de laatste, de laatste twee potjes die we doen. Dus de laatste lobby. Ben je nu niet geweest? Uh, er komen nog wel Brawl Stars streams aan, denk ik. Dus... Um... Je maakt nog kans, je maakt zeker nog kans. Voor nu, druk eventjes allemaal op die like knop. We hebben nu 1200 likes, super bedankt. Het is echt insane. Maar kunnen we nog die 1500 halen? Kunnen we die nog halen? Dan doen we namelijk eventjes lekker een namenrondje. En dat zou zo flipping insane zijn. Dat zou echt insane zijn. Tip, je kan de stream twee keer snel uitzetten. Waardoor je het meest live de livestream kijkt. Serieus? Oh ja, dat is een ding. <laughs> uh, oh chat in beeld, chat in beeld, chat in beeld. Zo, ja, oké, okay. kom maar even allemaal met die ranks flexen en ik weer met mijn botprofiel. Hoe werkt Baby Shark. <truhingsquinonlast> dit spel ga ik van baby shark houden? Oh, dynamite doet veel damage. Ik word wel vrolijk van dynamite, man. Oh, alleen als je de knop spamt, dan gooit die ze niet echt goed. Er zijn heel veel Edgars. Volgens mij echt drie of zo. Opa, jullie worden opgeblazen. Oké, okay, er zijn wel heel veel Edgars. Ik denk dat Edgar Dynamite counter, maar dat weet ik niet helemaal. Ik moet die bom echt goed gooien wanneer ze allemaal bij elkaar staan. Maar ja, Edgars staan nooit echt bij elkaar. Hé, hey, dankjewel voor je donatie. Check hem zo. Hoppa, de bommetjes! Oh. Oké, okay, de bommetjes werken dus niet tegen Edgar. Ik heb dus nu een poppetje gekozen die. Uh, die niet heel. Oh, die bom! Oh, die bom! Oh my god, dat was insane! Dat was insane! Watch out, you have a gem. Oh nee, ik heb één gem. Dat was insane! Die dubbele ult. Maar nu gaat het nog. Oh, crap. Ik misplaced hem. Ik misplaced hem hard. Die bom die moet ik gewoon als, uh, als panic gebruiken. Die bom moet ik als panic gebruiken. Heel nice. Ga alsjeblieft niet dood. Ik heb alleen niet meer zo'n super. Ja, oké, okay, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Fuck die adkers. Oh, die bom is trouwens perfect. Ik kan niet door dat er twee adkers waren. Nee, we verliezen alles. Boom! Boom! Oh, wat? Wat gebeurde er met die bom? Die tweede bom, die deed niks. Oh, dit is insane. Die bommen, bro. Die bommen waren insane. Oh, we hebben ook weer Mortis. Hier. Boom. Boom. Oh, die bommen. Die bommen zijn insane. Je kan elke keer met een bom weer een nieuwe bom chargen. Kijk die damage. 76.000. 7 eliminations. Zijn al de 3 Edgars. Oh my god. Oh my god. Ik dacht, ik ga van Dynamite af. Want dit is niet nice. Maar als ik één keer mijn super heb. Dan is het klaar. <laughs> dan is het klaar. Even kijken. Gaan ze andere. Ah, hier. Ze zijn andere Brawlers aan het kiezen hoor. Ik ben de Mortis. Oh, serieus. Oh, dat is leuk. Waar al je credits op totdat je de skin hebt, want dan kan je het allemaal omzetten naar Buzz. Oh, zodat ik niet Melody krijg. Ja, op zich wil ik dan wel Buzz, maar tegen die tijd heb ik toch wel genoeg punten voor Buzz, of niet? Ik wil ook wel Melody, want Melody is volgens mij dan nu wel goed, omdat ze nieuw is en dan kan ik haar exploiten. Ja, sorry, die hypercharge vergeet ik echt altijd, want ik heb geen brawler die dat heeft. Dat is een goeie inderdaad. Doe knokbal. Knokbal vind ik zo lastig. We doen gewoon lekker dit, joh. Dit is ook trouwens het laatste potje, denk ik, die we gaan doen. Ik heb melody, nice. Even kijken, bijna iedereen is ready. Het is wel leuk dat je alles unlockt in die vriendschappelijke battle. Dat is wel leuk. Oh ja, donatie. Goed dat je het zegt. Dankjewel. Ben jij het toevallig dan of niet? Uh, Aangezien je het zeg. Nee, grapje. Even kijken. Wij hebben het. Uh, jij bent het. Oh my god! World of Airports met 20 euro! <laughs> Wat? Het is en blijft mijn plekje. Ja, oké. Okay. En dan staat hij weer top met 43 euro. Oh my god. Oh my god. World of Airports komt even aan met die 20 euro. Heel erg bedankt. Iedereen, spam even World of Airport. Dikke topdonator. Spam World of Airports in de chat. Dit is niet de enige keer dat hij heeft gedoneerd, voor als je dat niet wist. Deze man heeft honderden euro's gedoneerd. Echt insane support. Heel erg bedankt. Spam even allemaal um, World of Airports in de chat. Nu moet ik wel een beetje focussen. Ik moet even super gaan farmen. En vooral wegblijven van de Edgers. Oké, okay, hij zit in een cocon. dan moeten we even die bommetjes daarop zwemmen. Hier, oh, goed zo. Zo, so, ze supercharge wel slow. Hij was low. Hoppa, daar ga je met de bommetjes. Oké, okay, dit, dit gaat goed. Dit gaat goed. Kijk, 4 gems, 4 gems. Ik weet niet, die die gems heeft, maar hij is niet heel goed. Ik vind het ook bizar dat jullie op die gems kunnen focussen, hè. Ik moet alleen focussen om die doodgaan, al bij mij. Hij is nu ook dynamite. <laughs> Ik moet even die bom krijgen, man. Ik krijg die bom maar niet. Voor mijn gevoel damage de hele enemy team. Hoppakee. Okay. Ja, blijkbaar doe ik nul... Oh, wat? Wij hebben nu ook een extra dynamite. Ik gooi overal bommen, maar ik doe nul damage. Want oh, mijn super komt er niet bij. Oh ja, kijk. Hem erbij Oké, nu moeten we even focussen. Bibi is daar volgens mij. Die heet toch Bibi, of niet? Oké. Okay. Maakt niet uit. Oh, wat? Ze springt in de lucht. Dit is Doomfist! Dit is Doomfist! Dit is gestolen van Doomfist! Ik word gesolo -hult! Ik heb niet eens gems. What are you guys doing? What are you guys doing? Ja, hier spam die World of Airport. Heel erg bedankt, bro. Heel erg bedankt. Oh, hij heeft gems volgens mij. Crap, zij krijgen nu alle gems. Ik moet die bom gooien. Ik heb letterlijk een bom-ult waarmee ik ze allemaal kan killen. En nu staat er niemand meer. Shit! Ik heb mijn ult geweest. Je moet gewoon heel goed op Dynamite letten en dan weglopen. Dat is hem. En deze mensen die jumpen nu wat minder careless. Ze doen nu wat uh, met wat meer strategie. We hebben voor een of andere reden gems. Ik ga alleen maar dood. Ik help totaal niet. Dit is een 4v5. Ik word gejumped. Ik word gejumped. Nee. Ik kan er ook gewoon niks tegen doen. Finish hem. Finish hem. Nee. Oh my god. Oké. Okay, hoe hebben wij gems man? Nee, ja, hier zei Carrie echt hard. Crap, hij was al dood voordat mijn super afging. Ik dacht ik gooi die bomben om met die hypercharge. Dit doet dan niks. Dit hebben jullie zo hard gecarried. Wat doen ook die kleine stofzuigers of zo? Ik snap echt niks van al deze brawlers. Maar we hebben hem ook gewoon gewonnen. Ik had er echt geen reet gedaan. Ik had echt maar twee keer mijn super. Hard. Ik had hem beide zo hard geweest. Misschien word ik toch geen dynamite main, man. Imagine, nou gooi je even die 15 euro en 34 cent om die support goal te finishen. Nee, nee, geef me geen ideeën. Doe het niet. We hebben natuurlijk ook al wel chats, Dus de support goal is in principe al gehaald. Alleen ja, die worden niet bij opgeteld voor een of andere reden. Kan je morgen of straks in call voor Brawl Stars? Ik denk nou even morgen. Misschien is het even genoeg Brawl Stars voor vandaag. Uh, even kijken, dat was deze. Ik denk dat we nog even één laatste naamrondje doen voor de strijders. Die helemaal tot het einde zijn gebleven. En daarna ga ik de stream uh, afsluiten. Even kijken, kunnen we nog wat dingen claimen? Ja, we hebben echt nul van deze dingen gehaald. Omdat we alleen maar vriendschappelijk hebben gedaan. Dus uh, we hebben nu niet echt kunnen genieten van de Brawl Pass. Ik hoop. Um, ondanks dat we dus niet uh, hebben kunnen genieten van de Brawl Pass. Ik, ik hoop dat jullie er blij mee zijn dat ik de Brawl Pass heb gehaald. Ik ga die grinden. Uhum, zo. Uhum, zo Sorry, een beetje voice cracks. En ja, als ik dan ook video's ga maken, zien jullie ook dat ik die level. Dan moet je ook alweer dit doen? Oh, dan moet je power level 9? Ja, dat ga ik niet zomaar rushen. Ik, voor nu ga ik gewoon even lekker een beetje kijken welke brawlers ik het leukste vind. Even kijken bij de club. Hoe werkt dit? Wat heb je hier aan? Next mega pig. Wat is een mega pig? Ah, dat is jammer. Je hebt niet echt clan Wars ofzo. Ja, dat werkt natuurlijk ook echt totaal niet. Maar dat is best wel jammer. Je kan niet zoveel doen in een club. Niet zoveel interactie als Clash of Clans of zo. Want daar heb je natuurlijk ook die capital: um, Tristan, Joep, Mats, Noxky. Naut. Uh, Finny, Jip. Ik beëindig trouwens even deze poll. Iggy, Jurre, Adam, Jip, Kenji, Jens, Mustafa, uh, Damien. Uh, Iggy. Jordan, Sylvana, Silke, Dex, Antonio, Geo, Devin, André, Noxky, Damien, Adam, Jure, Levi, Devin, Trishan, uh, Jip. Leuke stream Dante, ik ga nu ook spelen. Yo, doei doei, zometeen lekker slapen en fijne avond. Jij ook fijne avond en slaap lekker alvast. En veel succes met je Brawl spotje uh, Jip, Levi... Ik heb mijn naam al zoveel getypt dat het gewoon blind kan. Zei ik Noxky zonder dat je er was? Of... Oh, oh, je bedoelt dat je gewoon zo je naam. <laughs> Jelle, uh, Lucas, Jip, uh, Jason, Bram, Vins, Bradley, Jura, Vins, Jace, Jay, Jelle, Dex, Pepijn, Gideon, Jay, Roen, Dex, Dan, Bradley. Good night, man. Good night to you. En dankjewel voor de donaties. Dankjewel. Het is insane, bro. Het is echt insane. Je na nog maar even World of Airport spam, hè? Giovanni, Jeff, Kenji, Bram, Lars, Jeff, Gideon, Naut, Maxim, Jure, Lars, Roen, uh, Giovanni, Pepijn, Jeff, Ida, Chris, uh, Bram, Jeff. Nilas, Gideon, Vins. Zoveel weer eens een keer met City. Als er een nieuwe update komt, ga ik dat zeker doen. We hebben nu nog een donatie van. Even kijken, Revish Met de 2 euro. Heel erg bedankt. Um, ik kan je helpen of streamen als je dat wil. Uh, na deze stream ga ik denk ik even geen Brawl Stars meer spelen. Maar ik wil ook voor nu Brawl Stars niet te competitief spelen. Ik, uh, ik kijk af en toe misschien even wat tipvideo's. Maar ik wil vooral een beetje uh, plezier maken. Want ik vind altijd dat, dat een spel. Een beetje uh, wat stommer wordt als je het heel serieus gaat nemen. Maar voor nu vind ik het gewoon nog heel leuk om te spelen. Is er nog niet echt dat ik heel erg zoutig ben? Dat is altijd wanneer je het spel competitief gaat spelen. Dan komt de zout. En dan speel je het eigenlijk alleen maar om te winnen. Maar uh, heel erg bedankt voor het aanbod. En heel erg bedankt voor je donatie. Maar voor nu hoef ik nog niet echt mega tips of zo. Ik ga nog niet competitief in uh, Brawl Stars. Chris, Jaden, Nina, Nout. Uh, Mortis, uh, Nilas, Giovanni. En we hebben nog een donatie van Noxki. Dit is. hem. Zo, de microfoon is. Uh, moet ik echt wat aan doen? Nog een donatie van Noxki... Met de 1 euro. Dit is dan 101 volgens mij. Uh, maar heel erg bedankt voor je donatie. Weer met de coole emoji: Daan, Lucas. Mortis, Nilas, Giovanni. Lars, Emen. En de loopt was: Giovanni, uh, Gideon, uh, Jonathan, Nout, Joey. Nante, I'm very sad. Hoezo ben je sad? Was dat door de voice crack? Matthijs, uh, wall of airports is goat, zeg Kian. <laughs> ja toch, dat is gewoon waar. Wolf, Giovanni, slaap lekker. Ik ga je video's kijken. <laughs> lekker Jens, lekker. <laughs> oh. Noah, Lucas, Giovanni, Matthijs, je bent de vrolijkste en leukste YouTuber van Nederland. Dankjewel. Oh, deze complimenten. Wat lief allemaal. Oh, dit vind ik echt heel lief. Giovanni, Joseph, DJ, Bram, Matthijs, Matthijs, uh, Austin, Mac, DJ, Lucas, Noah, Silke. Uh, die voice track was wel heftig. Ja, klopt. Ik klink een beetje als die dude van Red Dead Redemption dan uh, af en toe. Maar ja, ik heb twee slokken water genomen, joh. Dit is niet, uh, dit is niet goed. Dit is niet goed. Uh, Matthijs, Adam. Ik wil mijn plekje hebben. <laughs> ja. Ik ga nog een nieuwste video kijken. Oh, dankjewel. Dankjewel. Check trouwens ook eventjes allemaal de video. Dan had ik moeten zeggen aan het begin van de stream. Um, maar ik, ik ga wel vanuit dat jullie die allemaal gezien hebben. Of allemaal van plan zijn om die te gaan kijken. Um, w. Dant is mijn Ido. Bedoel je ido? Ik weet het niet. En hij is de beste ter wereld. Oh, dankjewel. Zoveel complimenten. Heel erg bedankt, Glitch Games. Heel erg bedankt. Echt leuk om te horen. Reminder om nu water te drinken. Hè? Dat doe ik al eventjes als de stream voorbij is. Heel veel mensen gaan ook weg. Fijne avond iedereen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dit was ook eventjes een namenrondje. Er komen nog meer streams. Niet alleen... Oh, we hebben nog een donatie volgens mij. Oh nee, dat is de superchat. Ik wacht nog even totdat die in beeld komen. Uh, heel erg bedankt trouwens ook nog. Uhm... Ja, dit is sowieso niet de enige stream van Brawl Stars, maar ik ga ook uh, gewoon weer roblox streamen. En ook weer flight simulator, natuurlijk. Dat moet ook wel gebeuren. Want. Oh, je ziet hem trouwens daar ook achter. Moet ik er weer even mee gaan spelen. Ik heb eigenlijk sinds de stream niet meer gespeeld. Ik uh, kwam er even niet aan toe, eigenlijk. Je hebt mijn jeugd gemaakt, thanks. Oh, deze complimenten. Ze blijven maar komen. Ik ben gezet omdat ik er niet in heb gezeten. Ja, we kunnen nog wel even samen spelen. Ik denk morgenavond moet even. Dat moet lukken. Dat moet lukken. Ja, of anders in het weekend. Want ik ben vaak wel laat online. Kom op iedereen. Misschien kunnen we nog de 1300 likes halen. Het zou kunnen. Ja, we hebben nog 29 likes nodig voor. De 1300 likes. Kom op. Smash even op die likes. Uh, op die like. Niet likes. Op de like. Um, ja, dat zou ik heel erg waarderen. Die 1300 zou ik Maar de support tot nu toe was wel echt in Kijk zoveel mensen. Zoveel likes. Heel erg bedankt voor. Ja, heel deze stream en alles. Um, maar kunnen we nog eventjes die 1300 likes halen? Dat zou heel sick zijn. Weg gestart met YouTube door jou. Ja. Oh nee, nu komen de complimenten alleen maar. Dankjewel, Noxky. Oh. Hoezo vroeg je aan het begin van de stream om mijn naam te zoeken? Oh ja, oeh. Oeh, jij bent toch VR? Volgens mij wel. Nou, dat doen we wel even zo. Hoppakee. Uh, er is niet echt een, uh, een training of zo die je hoeft te volgen. Je hoeft eigenlijk niks te doen als moderator. Het boeit me allemaal niet zoveel. Tenzij iemand aan het spammen is, heel de tijd. Voor de rest boeit het me eigenlijk helemaal niks. Kijk al sinds je Habiba-parodie. Uh, ah, nice. Maar um, voor nu, heel erg bedankt. Iedereen. Super bedankt voor iedereen die heeft gekeken. Heeft geliked. Kunnen we nog die 1300 aan? Nog maar 12 likes. Kom op. Smash eventjes op die like. Ondertussen ga ik even iedereen bedanken. Heel erg bedankt voor iedereen die heeft gekeken. Heeft meegespeeld. Heeft gechat. Heeft geliked. Heel erg bedankt. Ik wil nog even naam bedanken. Geen naam. Geo Games. Uh, geen naam, naam. Uh, mijn stem die begint echt een beetje uh, te begeven. Um, Papa Shef, wil ik bedanken. Speedboy. Lucas Noxky. Nicole. Milan. Milan. Joran. Noxky. Dutch Monkey. Stef. Dutch Monkey, Dutch Monkey, Rewish. En nog een keer Noxky. Heel erg bedankt. Gaan we nog eventjes naar de tippy streams. Dan hebben we Banger-donatie van Lena met de 10 euro. Heel erg bedankt. Wolf Airports met die 20 euro. Dan hebben we ook nog Nina met de 3 euro. 33. Wolf Airports nog met een kleinere 3 euro. Lucas met die 25 bommen. Insane. Heel erg bedankt. En Kian met de 3 euro 33 nog. En dan ook nog World of Airports met nog een 20 euro bom. Super bedankt voor iedereen die heeft gekeken. Heeft gedoneerd. Nog maar 5 likes. Kom op. 5 likes voor de 1300. We can do it. We can do it. Kom op. Kom op. 5 likes. 5 likes. Smash op die like. Kom op. Nog 4. Nog 4 likes. Wie van jullie heeft nog niet gelijk? Of hebben jullie allemaal gelijk? Kom op. Het moet toch lukken. Die 1300. Come on, it has to happen. Please. Oh, volgens mij heeft gewoon iedereen die kijkt geliked. Dat is insane. Dat is wel heel lief van jullie. Dat is wel heel lief van jullie natuurlijk. Kom op, nog vier. Oh nee, nu nog zes. Nee. Oh, ik, weet, ik denk dat we die net niet gaan halen. Ik denk niet. Um... Oh, wel, 1300! Yes, let's go! Heel erg bedankt, iedereen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze stream voor de duizendste keer. Um, ik ga er weer vandoor. Heel erg bedankt voor de duizendste keer. Uh, ik ga even lekker water drinken en uh, wat eten. En uh, ik weet het niet. Nu hebben we uh, 1200, nee. Oh ja, kijk, nu zijn we er dik overheen. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Doei doei, iedereen. Fijne avond nog. En uh, veel succes op school morgen. Oh, het is morgen vrijdag. Hé, laatste dag. Nice. Uh, <laughs> Ik zie jullie bij de volgende stream of video. Later.